Beste mensen, we gaan beginnen. Welkom hier in de zaal. Heel fijn dat het nog steeds kan, fysiek aanwezig. Welkom mensen thuis. Kan jullie niet zien, maar hartelijk welkom. Online, misschien op kantoor of elders. Maar uiteraard een hartelijk welkom aan onze gastsprekers. Vandaag onze themamiddag. We gaan het hebben over de relatie strategisch onderzoek en omgevingsbeleid. En dat doen we omdat we een reeks hebben georganiseerd op het PBL, een aantal inspiratiecolleges over het thema strategische kennis in de politieke arena. Want we hebben het idee dat daar van alles aan de hand is. Allerlei ontwikkelingen, dynamiek, turbulentie. En we vonden en we vinden dat we daarop moeten reflecteren. We hebben mensen uitgenodigd uit verschillende hoeken van de maatschappij, van NGO's, van de wetenschap, van maatschappelijke organisaties. En het mooie is trouwens dat u daarboven, toen u binnenkwam, allerlei spreuken hebt kunnen zien staan. Nou, die zijn afkomstig uit die reeks lezingen. En vandaag is de slotbijeenkomst. En dan hebben we een iets andere vorm gekozen. We gaan een dialoog aan met experts uit het domein van strategische kennis. Die staan hier rechts van mij. Ik ga u ze dadelijk voorstellen. En links van mij mensen vanuit de wereld van politiek, bestuur en beleid. Mijn naam is Bas Arts. Ik ben Chief Scientist van het Planbureau. En ik bewaak, samen met anderen overigens, de kwaliteit van ons wetenschappelijk werk. Daarnaast ben ik hoogleraar in Wageningen. Op het gebied van, in goed Nederlands, forest governance. En dat gaat over internationaal milieubeleid in brede zin. Dus ook hoe het samenhangt met klimaatbeleid, biodiversiteitsbeleid, marktbeleid. Dus Glasgow, bossen waren in het nieuws, is voor mij, wat er nu allemaal gebeurt, erg interessant. Goed, dan de sprekers, de gastsprekers van vanmiddag. Allereerst Cora Smelik, welkom. Dank je wel. Ik heb de neiging om u te zeggen, maar we hebben afgesproken dat we gaan tutoyeren. Dus ik zeg, je bent gedeputeerde in de provincie Flevoland. Je beheert een behoorlijk grote portefeuille, zag ik. En bijna alle onderwerpen raken ook echt aan de leefomgeving. Dus daar komen we straks zeker op terug. En daarnaast ben je ook tweede loco-commissaris van de Koning. Onze tweede gast is Sybe Rietstra. Hartelijk welkom. Dank je. U bent directeur van ABD Top Consult. En dat is een kleine club van topambtenaren, ervaren topambtenaren, die snel ingezet kunnen worden bij allerlei complexe, urgente kwesties in het openbaar bestuur. Maar u hebt ook een heel lange carrière als secretaris-generaal van verschillende ministeries, onlangs nog als interim. Dus u hebt ook veel kennis en inzicht op het gebied van politiek bestuur en beleid en zeker ook als het gaat om omgevingsbeleid. Hartelijk welkom. Dan ga ik naar de rechterkant. Allereerst Kim Putters, ook hartelijk welkom, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. U bent ook hoogleraar daarnaast, beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat, als ik het goed zeg. Klopt. Ja, op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ook een carrière gehad in de politiek, in de gemeenteraad gezeten, in de Eerste Kamer. Dus ook beide domeinen eigenlijk ervaring, zowel op het gebied politiek, beleid en kennis. En als laatste, hartelijk welkom Hans Mommaas, onze directeur van het Planbureau. Daarnaast ook hoogleraar in Tilburg, ja. Op het gebied van regionaal bestuur van duurzaamheidsvraagstukken. Ja. Goed, ik wil even kort voordat we de dialoog beginnen iets vertellen over de inhoud, iets meer de diepte. En ook iets over de vorm die we gekozen hebben, de Socratische dialoog. En dat doe ik aan de hand van twee dia's die heel ver boven mij worden geprojecteerd. Ik kan ze dus niet lezen, maar ik hoop u wel. En de mensen thuis zeker als het goed is, want die hebben het gewoon op hun scherm. Wat u daarboven ziet is een driehoek. En dat is zoals wij op het Planbureau het speelveld zien waarin wij zijn gepositioneerd. En dat is wetenschap, kennis, beleid, maatschappij. En daarin opereren wij. En wat ik daar straks al zei, we hebben het idee dat daar heel veel dynamiek is en turbulentie, dat er van alles gebeurt, waardoor de interactie tussen kennis en beleid ook aan verandering onderhevig is. En zoals gezegd, we willen daar graag op reflecteren. En we denken met name, en dat staat in het onderste gedeelte, als je kijkt naar de relatie tussen kennis en beleid, daar staat een moeilijk begrip, complexe transitieopgaven. Daarmee bedoelen we dat
het oplossen van beleidsproblemen zoals dat vroeger ging, lineair, sectoraal, technocratisch, dat dat heden ten dagen vaak niet meer werkt. Maar hoe dan wel? Hoe ga je met die complexiteit om? En wat zijn dat dan, complexe problemen? Dat is ook zo'n buzzword, complexiteit. Maar dan gaat het vaak over wetenschappelijke onzekerheid. Het gaat over maatschappelijke onrust. Het gaat om integrale problematieken. Althans, sectoraal kom je er niet meer uit. Het gaat om uitdagingen lokaal, regionaal, nationaal, internationaal. En het gaat om urgentie nu en om lange termijn transformaties. Nou, ga er maar aan staan als beleidsmaker, als politicus, politica of als wetenschapper. Want wij worstelen daar net zo goed mee. En daardoor is die interactie is ook sowieso een interessant fenomeen om te bestuderen, maar ook aan verandering onderhevig. Goed, dan de tweede dia. En dat zegt iets meer over hoe we het vanmiddag willen aanpakken. Dus het startpunt is dat veranderende speelveld tussen kennis, wetenschap, beleid, maatschappij, waar we allemaal in zitten. En dat beginnen we iets af te pellen in algemene zin, maar dan willen we al heel snel per spreker naar één casus die we gaan uitdiepen. Gaan we afpellen, we gaan ook de verschillende casuïstieken die we gaan behandelen vergelijken. We gaan zien of er verschillen zijn tussen bestuur aan de ene kant, kennis aan de andere kant. Kunnen we van elkaar leren, moet de interactie misschien worden bijgesteld gezien alle problematieken. En zo gaan we de diepte in. En op het einde van de bijeenkomst, en daar gaan we 5 tot 10 minuten voor inlassen, willen we ook lessen trekken. Oké, wat heeft dit opgeleverd, hè? Het Socratische gesprek? En moeten we misschien zoeken naar andere omgangsvormen in de toekomst? Kunnen we daarvan leren van ons gesprek vandaag? We doen dat in 2 rondes. In de eerste ronde beginnen we voor u aan de rechterkant, voor mij aan de linkerkant, met mensen uit de wereld van bestuur, beleid en politiek. En dan gaan we de casus circulaire economie en stikstof met name uitdiepen. Maar nu en dan zullen we best wel een uitstapje maken naar andere dossiers. Lossen we vanmiddag even op. Uiteraard komt u als publiek ook aan de orde op een bepaald moment. Ook mensen thuis, u kunt de chat gebruiken. Daar ook vragen of opmerkingen in kwijt. En op een of andere ingewikkelde manier, in technische zin, ga ik dat hier zien. Zodat we dan ook die vragen of een aantal daarvan kunnen behandelen. Dat is de eerste ronde. In de tweede ronde gaan we spreken met de kennisorganisaties. Voor u aan de linkerkant. En opnieuw gaan we een aantal casus uitdiepen. En we zullen met name kijken naar de woonproblematiek, maar ook naar kwetsbare wijken, wat daar allemaal speelt. En nogmaals, op het einde brengen we alles weer bij elkaar. Dus dit is de opzet. Goed, dan gaan we nu beginnen. En ik wil graag beginnen met Cora. Ja, ik schetste net de problematieken rondom kennis en beleid. Herken je dat? En dan met name ook vanuit de optiek van de provincie waar jij werkt. Of is dit een raar verhaal? Of zeg je nee, dit herken ik meteen? Nee, dat herken ik heel erg. En vanochtend had ik nog een gesprek toen we het hadden over circulaire economie en kennis. En hoe we het bijvoorbeeld in het vergunning- en toezicht- en handhavingbeleid circulaire economie kunnen toepassen. En toen heb ik de woorden gebruikt. Eigenlijk zijn we nu van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam gegaan. Ja. En dat geeft er zeker ongemak, maar ik probeer de dingen altijd positief te bekijken. In ieder geval zijn we in die ladder een stap vooruit. Maar het kwam ook iedere keer weer naar voren hoeveel wij kennis nodig hebben om die circulaire economie, wat ook een buzzword kan zijn, maar we moeten het echt gaan doen. En het PBL heeft er ook een mooi rapport over geschreven, dank daarvoor Hans. Maar het is heel erg belangrijk om datgene wat je verzint aan een concept, dat in de praktijk handen en voeten krijgt. Hè? Je zei net van, nou, dit zijn bestuurders, die zijn bezig met bestuur. Ik sta ook vanochtend nog letterlijk met de voeten in de klei. En dan zie je, als het op papier bedacht is, hoe het in de werkelijkheid uitkomt. En daar zit soms een wereld van verschil tussen. Dus dat is één aspect. Hoe krijg je het van beleid, kennis, ook naar echte uitvoering? En daar is ook weer kennis voor nodig. En ook in een wisselwerking. Want wat wij tegen gaan komen, nou, daar weten ze in Wageningen natuurlijk ook van alles vanaf. Dat moet je ook weer kunnen terugbrengen naar kennis. En wat we zien is inderdaad, het grijpt in alle facetten
De circulaire economie is niet alleen maar milieu en grondstoffen. Het is ook niet alleen maar economie. En het is zelfs ook een zekere vorm een sociaal concept. En dat gaat over scheppen en over creëren. En als je dat allemaal in goede banen wil leiden, dan heb je heel veel kennis nodig. En er zijn een aantal dilemma's en daar wilde ik er eentje voor uitlichten. We hebben bijvoorbeeld gezien dat we grondstoffen willen gaan hergebruiken. He, dus als we ergens een reststroom hebben of een afvalproduct, dan willen we dat heel graag hergebruiken. En dan vinden we dat ontzettend belangrijk dat dat niet verbrand wordt of gestort moet gaan worden. Nou, een voorbeeld daarvan is granuliet. Ik weet niet of mensen Zembla-uitzendingen wel eens bekijken. Wij hebben gelukkig niet zo'n... Over de Maas, geloof ik, hè? Nou, in Over de Maas is het inderdaad ergens bij het verondiepen van plassen gebruikt. Maar we hebben... ik nodig u alle uit om naar Flevoland te komen en te gaan kijken naar de Markerwadden. Dat is echt een prachtig project met nieuwe natuur. En daar is ook één schip met granuliet naartoe gevaren en gestort. Gelukkig is het bij één schip gebleven, want het beklijfde niet goed. Dus het is daarna vooral met eigen grond, wat opgebaggerd is, weer gemaakt. Maar stel je nou voor dat daar meer schepen naartoe waren gegaan. Dat was aan de kant van de circulaire economie, en dat wordt vaak onderbelicht, eigenlijk een heel goed idee. Want je hebt mensen die halen materialen uit Scandinavië, daar blijft gruis van over. Daar moet je ergens mee naartoe. Ja, ga je dat storten, dan zijn je stortplaatsen vol. Dan kan je hergebruiken. Dus dat is op zich een goed idee. Alleen in een ecologisch gebied. Ja, dat speelt bij Over de Maas. Maar dat speelt natuurlijk ook bij de Markerwadden. Dat is een gebied wat uitstek geschikt is voor ecologie. En dat venster wordt in het toepassen van grondstoffen. En het beoordelen of iets bouwstof is of grondstof of afvalstof. Wordt dat eigenlijk niet meegenomen. Het is een heel chemisch proces. Waarin wordt gekeken. Nou, dan komt hij op het lijstje. Krijgt een certificaat. Het mag. Maar ik sta als bestuurder straks te verantwoorden. Gelukkig was het maar één schip, dus dat is letterlijk klein gebleven. Maar in Gelderland hebben ze natuurlijk wel het idee van, ja, hoe kunnen we dit nog uitleggen? Die mensen zien schip naar schip en ze weten niet wat erin gaat. Nou, media speelt daar natuurlijk ook nog een rol in die daar bovenop springt. En ja, dan als er een hele hoop stofwolk van granuliet letterlijk en figuurlijk ontstaat, is het heel belangrijk om daar terug naar de feiten, terug naar de kennis, maar dan niet alleen maar de chemische, technologische kennis, maar ook hoe bekijken we dat nou in de breedte. Oké. Okay. Goed, granuliet is één ding. Kun je... Ja, ik ben klassiek opgevoed, hè? Dan blijf je u zeggen. Ja. Kun je... Nog wat meer voorbeelden noemen, meer concrete projecten die in de provincie plaatsvinden rondom circulariteit. Ja, één ding waar we mee bezig zijn is om heel erg te kijken van hoe kunnen wij ons eigen systeem van vergunning, toezicht en handhaving nou gaan toepassen op het bevorderen van de circulariteit. En hoe ga je dan bijvoorbeeld met dingen om als veiligheid en gezondheid? Hoe ga je zorgen dat de zeer zorgwekkende stoffen die er zijn, dat die niet eeuwig in de loop terechtkomen? Waardoor je denkt, ja, bepaalde dingen wil je wel steeds hergebruiken, maar zeer zorgwekkende stoffen niet. Dus we zijn heel erg aan het kijken van hoe ga je dat doen? Ik merk bij omgevingsdiensten, die zijn opgevoed met een lijstje het mag of het mag niet. Maar je moet eigenlijk heel creatief gaan denken, zonder dat je je zorgplicht veronachtzaamt. Van hoe kunnen we nou zorgen dat we op een veilige en gezonde manier die circulaire economie kunnen gaan doen. En hoe werk je daar ook in samen? Want ik ga toch weer even op het granuliet, omdat dat een goed voorbeeld is dat je rijk, regio en kennis en media, dat één grote spel is. Gemeenten spelen daar ook een rol bij. En dan zie je eigenlijk dat wat er in Den Haag allemaal beleidgeving is, dat in een regio land, dat wij als bestuurders de boze inwoners aan de telefoon en op het bordes krijgen. En dat je dus eigenlijk niet meer kan denken, we verzinnen het sectoraal vanuit Den Haag. En dan we zien wel of dat dan een probleem oplevert. Dan moet je aan de voorkant met z'n allen eigenlijk een soort botsproeven gaan doen. Nou, dat zijn we nu aan het doen samen met INW. Om te kijken van wat voor aspecten spelen er nou met het toepassen van grondstoffen. En hoe kan je daar vanuit alle perspectieven op een goede manier uitkomen. Ja. En de rol die kennis daar speelt, hè? Je noemde dat al een paar keer. Is dat een rol waar je tevreden over bent? Moeten dingen daar wellicht anders? Nou, ik denk dat de kennis die daar is toegepast heel erg gebaseerd is op de GBI. Mm-hmm. Op een aantal deelaspecten. En dat het overkoepelende aspect van wat speelt er nou maatschappelijk.
Wat is nou het belang van het toepassen van grondstoffen? Welke belangen moet je tegen elkaar afwegen? En uiteindelijk ook wel naar die deelonderwerpen, zoals welke grondstof is geschikt waarvoor en wanneer is het een afvalstof en welk certificaat moet het hebben. Ja. Maar ik denk dat politiek en bestuur is dilemma's afwegen, belangen afwegen, oplossingen maken voor hele ingewikkelde problemen, daar had je het net ook al over. Ja, dat kunnen wij niet zonder kennis en ook niet zonder kennisdeling. Dus ik ben met Hansen ook aan de slag voor een kennisinfrastructuur voor de circulaire economie. Om te kijken hoe kunnen we nou zorgen dat er ook een mechanisme is. Wel een infrastructuur waarin mensen kennis elkaar en de kennis goed kunnen vinden en elkaar ook kunnen verrijken daarmee. Ja. Want dat is heel hard nodig. Ja. Oké, dank u wel. We komen er wellicht nog op terug. Ik ga naar jouw buurman. Ik begin met dezelfde algemene vraag, wat ik schetste, herkenbaar uit de eigen praktijk? Nou, niet uit de eigen uitvoeringspraktijk, maar wel herkenbaar. In die zin, binnen ABD Top Consult hebben we afgelopen jaar toevallig 2 rapporten geproduceerd over de stikstofproblematiek. Ik zelf was heel direct betrokken bij een evaluatierapport over hoe het nu is gelopen met PFAS. En eigenlijk in beide zaken zie je, en dat moet je denk ik als kennisinstituut en als beleidsopdrachtgevers of kennisvragers, zo moet ik het denk ik formuleren, steeds weer de vraag stellen, doen we het nu in een goede context nog? Want Cora beschrijft van regie in Den Haag, maar normstelling in Europa. En dan begint al de vraag, hoe vertaal je en interpreteer je normstelling in regie en vervolgens in uitvoering en vervolgens, wat doet dat op de markerwarren? Nou, bij het stikstofrapporten zagen we, dat gaat natuurlijk over problemen die heel intensief zijn in bepaalde gebieden van Nederland en andere minder intensief, dat de kennisbasis daarvoor om bijvoorbeeld de normstelling te vertalen in wat moet er gewoon gebeuren bij dit Natura 2000 gebied met al dan niet veehouderij en soms helemaal niet, dat daar heel weinig een goede kennisbasis voor is. Wel in de modellen op nationaal niveau, maar vertaal, ik zou niet graag in jouw schoenen willen staan om dat allemaal op dat regionaal of lokaal niveau te vertalen, want dan zou ik meer zwemmen in de duisternis. Ja. Dit is overigens niet een pleidooi om geen beslissingen te nemen over stikstof, hè, voordat iedereen denkt van, we hebben onze kennisbasis nog niet op orde, we gaan nog 10 jaar. Nee, maar het is nog wel een opgave om in dit tijdsgewicht. En dan zag je ook bij die rapporten, dan gaat het niet eens over stikstof, maar gaat over lachgas, methaan, klimaatbeleid, want daar doe je ook maatregelen. Nou, als eenvoudig beleidsmaker kan ik me voorstellen dat je de weg kwijt bent. Als bestuurder is het nog ingewikkelder om daar dilemma's af te wegen. Maar omgekeerd is ook, ik lees ook regelmatig PBL of SCP, ja, ik heb een lichte afwijking op dat punt, rapporten. Dan wordt de oproep integrale beleidsafweging, maar dat is natuurlijk ook een integrale kennisaanpak. Want eerlijk zeggen, de gek vraagt, sectoraal, krijgt een sectoraal antwoord en gaat daar sectoraal mee aan de gang. En wij zagen bij die stikstofrapporten dat je dat eigenlijk klimaat, stikstof, methaan, lachgas, nou dat was nog best ingewikkeld. Ja. Punt. Ja. Maar u schetst dus eigenlijk een stapel. Ik ga professor zeggen. Hè? 2-3. Ja, ik heb heel dapper je gezegd. Ja. Ja, professor. Ja, opvoeding. Je schetst eigenlijk een beeld waar we allerlei beleidsproblemen worden gestapeld en gekoppeld. En dus moet je dat ook vertalen in gekoppelde kennisvragen. En dat is dus een van de problemen, ook in de beleidsomgeving. En dat zie ik ook aan de adviesaanvragen die wij bij ABD Topcots of onderzoeksvragen krijgen. En dan ook nog tegen de achtergrond, dat noem ik even PFAS. En we hadden dat braaf gedecentraliseerd. Dus het Rijk zei, we hebben geen probleem. De regio zei, PFAS, dat is Dordrecht, Schiphol, Os. Want daar zijn een aantal foute fabrieken en daar heb je brand gehad. Teert van der Zwan, ik mag hem noemen, hij staat ook in het rapport. Voorzitter van de commissie van de VNG, Heerenveen, zegt, PFAS kennen wij niet. Hebben we nog nooit hier aangetroffen. Dus er was een RIVM had wel signalen gegeven, maar die landen dan niet. Dus bestuurlijk verkokerd of gelaagd, sectoraal ontkennend. En toen zei iedereen, waar komt dit probleem vandaan? En staat iedereen op het Malieveld. Ja. Ja.
Mag ik een vraag stellen? Je noemt het ontkennend, hè? Ik noem het onbewust, onbekwaam, zeg maar. Nou, soms... Is er ook een politieke factor van... Dit was ook als iemand uitgelegd krijgt dat er een probleem is, ja, en zegt, ik heb geen probleem, dat noem ik ontkennen. Nee, dan ben ik het met je eens. Ja. Ja. Soms heb je ook dat je het gewoon niet weet. Lange tijd wist men het niet dat er een probleem was buiten dat gebied. Maar ook bestuurders in Noord-Holland of wethouders in Dordrecht vonden geen aanklank bij hun medebestuurders. Die zei, ja, dat is een typisch Dots-Ost probleem. Veel succes ermee. Veel succes, we gaan je steunen. Ik proefde ook een beetje uit jouw woorden, Siebe, aan het begin, dat de type kennis die nodig is om dit soort stapelingen van beleid aan te pakken, dat er die niet is, te weinig is, of dat wij dat als kennisinstituten te weinig zouden leveren. Is het gaat helemaal niet om te weinig of te veel, maar ik vond dat... Het is de vraag, de ontwikkelingen, het speelveld verandert, de context verandert. De kennisbasis voor beleid is toch altijd fragiel. Mm-hmm. Een foute vraag of een verkeerde of een beperkte vraag leidt ook tot een beperkt antwoord. Dat noem ik ook met het PFAS. Ja. Die vraag werd niet gesteld, want dat werd bewust onbekwaam of bewust... En dat verandert en dat moet je dus van bewust zijn, ook als kennisinstelling. Ja. En als je een vraag over stikstof, moet je ook automatisch denken, maar heeft u wel gedacht aan? Of heeft u ook meegenomen dat? Ja. En wist u dat? Ja. Het gaat dus ook om vraagarticulatie, dat dat op een goede manier gebeurt. Ja, het is toch een interactie waar ook kennisinstituten rekening moeten houden met dat er andere... En bijvoorbeeld de normstelling uit Europa wordt vaak net iets, wordt gewoon vertaald. Maar het is natuurlijk op een norm van Europa, dat valt misschien in de peil anders uit dan je had gedacht in Brussel. Ja, klopt. Dank voor nu even. Ik kom zo dadelijk weer bij u terug. Ik kijk even de andere kant op en begin bij Kim. Dit gehoord hebbende, zou je er even kort op kunnen reflecteren? Wat roept dit op? Ja, heel herkenbaar en dank voor jullie verhalen. Alhoewel ik natuurlijk veel meer uit het domein van sociale zekerheid, onderwijs en zorg kom, is het heel herkenbaar. Het roept een paar dingen bij me op. Volgens mij zitten we steeds ook tussen kennis en beleid van hoe verbinden we nu korte termijn vraagstukken ook aan die lange termijn uitdagingen. En het is natuurlijk in kortere bestuurs- of politieke perioden best ingewikkeld, als ook de burgers allemaal aan je deur staan, om alsmaar verder weg te kijken. En dat is volgens mij een groot dilemma waar wij als kennis wel een bijdrage aan kunnen leveren. Van op welke manieren kun je nou interventies ontwerpen waarin je de korte en lange termijn koppelt. Dus dat was één ding waarvan ik dacht, daar kunnen we misschien over doorpraten. En ik heb een vraag, omdat eigenlijk jullie beide geven aan van daar hebben we kennis voor nodig. Dat moet over domeinen heen en dat is in ontwikkeling. We weten veel vaak niet. Mijn ervaring is dat we ook vaak wel veel weten, maar dat we niet altijd de feiten delen. Dus mijn vraag zou bijvoorbeeld ook aan Cora zijn. Kom je nou situaties tegen waarin het niet zozeer is, we hebben veel te weinig kennis, maar we blijven het oneens over de vraag of dit de feiten zijn? En dat lijkt me een ander probleem. Ik was gewoon benieuwd of dat herkend wordt. Ja, in de politiek speelt dat ook. Bij ons in de Staten zijn ook mensen die een ander beeld hebben van wat wij in de wetenschappelijke de bladen lezen. Overigens kan je daar met een goed Socratisch gesprek van welke waarde drijft jou nou, kan je daar toch nog best wel bij elkaar komen. Dus ik denk dat dat vooral ook te maken heeft met of het politieke gesprek een goede kwaliteit heeft of niet. Want je kunt ze niet gaan zeggen van je moet dit nu geloven en anders dan houdt het gesprek op. Ja. Het mooie van de politiek is dat je gedwongen bent op een goede manier om met elkaar in gesprek te blijven. En het kennis delen had ik het even over met die infrastructuur. Want vaak is de kennis wel elders aanwezig. En als er een crisis is, dan komt alle kennis heel snel bij elkaar. Je hebt nu een akkefietje met varend ontgassen in Flevoland, misschien op het NOS wel gezien. Mm-hmm. Hoeveel kennis er nu op mij afstroomt, en hoeveel we nu afwisselen, ook met gedeputeerden uitwisselen. En dat deden we al wel, maar met een crisis maakt dat wat... Dus ik denk, hoe kunnen we dingen die we in crisis blijkbaar wel snel bij elkaar kunnen brengen, hoe kunnen we daar een mechanisme in verzinnen? Dat vind ik eigenlijk wel heel interessant, een crisis, want dat kan ik me indenken. Hè? Vergeef het me dat ik de COVID-crisis ook meteen even, want daar zit hij elke week ook een paar meter verderop middenin. En inderdaad,
er ligt heel veel kennis op tafel, maar er is in een crisis ook heel vaak één dominante rationaliteit, waardoor bepaalde vormen van kennis op de achtergrond raken en eentje domineert. En dat vind ik ook, dat is, vind ik als zeg maar, kennisinstituut echt ongelooflijk ingewikkeld. Omdat je, welke interventie kun je dan ontwikkelen om toch de opening te krijgen? Een beetje duwen, een beetje trekken. Maar dat is wel spannend. Maar jij herkent het, zie ik. Ja, nee, ik denk dat de mechanieken die er zijn in een crisis, die zijn op zich goed. Alleen je bent dan heel erg korte termijn bezig. Van hoe krijgen we dit weer op een goede manier ingetoomd? Ja. Terwijl je op de lange termijn, dat vond ik heel mooi wat je net zei, ook bezig moet zijn met welke kennis hebben we daarvoor nodig. Maar als je de urgentie van de crisis gaat gebruiken voor kennis delen, maar dan weer verder vooruitkijken, dan zit je niet op het heetst van de discussie. En dan is er ook meer ruimte voor andere aspecten. Ja, en ik denk dat wat wij wel, en dat is ook een beetje naar Sybes' verhaal, als ik even uit de ervaring van het SCP-programma spreek, dan zie je dat wij nog heel lang heel sterk in kokers van onderzoek hebben gezeten rond het onderwijs, rond sociale zekerheid, rond de arbeidsmarkt. En dat wij nu echt die slag maken om de maatschappelijke vraagstukken in als een integraliteit centraal te stellen in programma's. En dat is natuurlijk ook een manier om toch dichter te komen bij die afwegingen die in beleid en bestuur gemaakt worden. Dus het is letterlijk een ontwikkeling waar wij als SCP nu ook echt heel, heel erg middenin zitten. Dus ik herken jouw verhaal. Dat lijkt me heel erg leuk, want dat helpt iedereen, denk ik. Ja. Ja. En ik denk dat PBL daar ook wel stappen in zet. Ik zit me even af te vragen of de kijker ons nog kan volgen. Want binnen een half uur zitten wij een enorme complexiteit van vraagstukken. We hebben ze allemaal nu over tafel gehad. Hè? Korte termijn, lange termijn, sectoraal, integraal, Europa, nationaal, decentraal. Feiten, meningen. Het geeft aan hoe complex het vraagstuk is. En ik vind het wel een uitdaging om in die complexiteit nog enig houvast te houden. Dus we weten dat de vraagstukken complexer worden. We weten ook dat we niet meer uit de voeten kunnen met klassieke sectorale benaderingen. We weten dat altijd leidt tot perverse consequenties. We zijn slimmer geworden. Dus we weten dat we aan de voorkant die mogelijke perverse consequenties moeten meenemen in doordenking van beleidsinstrumenten. Daarvoor heb je ook kennis nodig. Die kennis moet meebewegen daarbij. Inderdaad, die kennis is georganiseerd in kokers. Ook wij hebben dat binnen het PBL aan de orde, permanent. We komen uit een situatie waarin we 7, 8 sectoren hadden die allemaal op hun eigen domein zeg maar even onderzoek zaten doen. Water, lucht, bodem, noem het maar op. We zijn nu gegaan naar een situatie waarin we veel meer integraal de vraagstukken oppakken. Klimaat, energie, voedsel, landbouw, natuur, circulaire economie, stedelijke regionale ontwikkeling. En we ontdekken nu dat we nog niet integraal genoeg zijn. Want het stikstofvraagstuk heeft relatie met het klimaatvraagstuk. Je kunt die circulaire economie niet gaan doordenken als je niet het ruimtelijke vraagstuk ook daarbij pakt. En vervolgens is de opgave natuurlijk een beetje van, ja, enerzijds doordrongen zijn van die complexiteit, maar anderzijds er niet in verzuipen. Want als je je laat bevangen door die complexiteit, dan ga je stilzitten. Dan word je gewoon gevangen in de koplamp van de complexiteit. Dus de uitdaging is ook wel een beetje, oké, dit is de complexiteit, maar hoe komen wij nou tot effectieve actie? Wat zijn effectieve handelingsperspectieven? Want wij als planbureaus zijn niet alleen maar van de kennis om de kennis. Wij zijn er om vanuit die kennis ook handelingsperspectieven te geven. Ja. Nou, dan moet je voorbij die complexiteit weten te komen om toch dat handelingsperspectief te kunnen leveren. Ja. Maar Hans, hoe doe je dat? Nou ja, dat gaan we nu even een stap verder zetten. Je legt het op tafel heel terecht. Ik vind zowel die circulaire economie, want daar zijn we mee begonnen, als stikstof vind ik hele mooie voorbeelden van hoe zo'n kennisbeleidvraagstuk zich ontvouwt. Want dat zijn alle twee dossiers die nog in ontwikkeling zijn. Dat klinkt misschien heel gek, hè? Want we hebben een lange geschiedenis van stikstof achter ons. Maar we zijn het stikstofvraagstuk opnieuw aan het doordenken. En opnieuw aan het ontdekken. En bij circulaire economie helemaal. Want iedereen is natuurlijk, zodra je het abstract hebt over, ja, we moeten grondstoffen efficiënter gebruiken. We moeten niet alleen zomaar grondstof uit de grond halen, spullen maken en dan weggooien. Daar is iedereen van doordrongen. Maar zodra je dan de details ingaat, ja, dan wordt het heel lastig. Precies zoals je zegt, hè? Iedereen is blij als je zeg maar even wat granuliet weer kunt hergebruiken. Maar wacht eens eventjes, dat heeft gezondheidsconsequenties. Dus je komt in het doordenken van het vraagstuk weer op andere elementen uit. En wat
wat voor ons, ik prijs ons gelukkig, ons als planbureaus, dat wij een institutionele niche hebben, waarin we aan de voorkant van de kennis en in de keuken van het beleid dit soort vraagstukken, wij krijgen de tijd om dit soort vraagstukken even te doordenken. Okay. Die tijd nemen we ook, hè? Ja. We krijgen hem institutioneel en we nemen hem. En het is ook best nog weer lastig te organiseren, omdat inderdaad wat je zei, kijk, ook er is jarenlang onderzoek, hè, ik noemde net even heel snel, we hadden heel veel onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt of zorg. Daar zitten longitudinale reeksen van onderzoeken achter die je in één keer anders moet gaan inrichten. Ja. Dus ook wij hebben intern opgaven, maar je hebt gelijk, dat is wel wat we moeten en wat we kunnen doen. Ik denk ook dat zeg maar, het begint denk ik aan de kant van onderzoek, maar ook aan de kant van beleid, met de bereidheid om de bestaande systemen en indelingen niet als startpunt van redeneren te nemen. Dus dan heb ik het niet meteen over gaan reorganiseren en zo, maar in termen, in het denken van de opgave die er is, niet meteen vanuit de bestaande systemen denken. Ik denk dat dat voor zowel onderzoek als beleid een belangrijk startpunt is om mee te beginnen. Ja. En zou je een voorbeeld kunnen noemen? Niet vanuit bestaande systemen? Hè? Dan moet je eigenlijk over schaduw heen springen, als het ware. Ja, als ik, we komen zo meteen nog even op het wijkenvoorbeeld wat ik had gekozen. Maar laat ik het sociaal domeinonderzoek van ons nemen. Ja, als je kijkt naar mensen in de meest kwetsbare posities in onze samenleving. Ja, die laten zich niet indelen langs kokers van de WMO en een stukje arbeidsmarktregeling en bij een omscholing. Dat is één verhaal. Het leven van deze mensen vindt niet langs kokers plaats. Terwijl de hulp en ondersteuning dat vaak nog wel doet. En dat is wel een heel belangrijk voorbeeld waarbij wij als SCP proberen om mee te denken. Ook steeds meer met het lokaal bestuur. Van hoe kan je dat nou integraal benaderen? Wat zijn daar, hoe kijk je naar uitkomsten? Wanneer is het goed? Dat is bijvoorbeeld een belangrijke vraag. Wat moet er uitkomen aan de achterkant? Wanneer is het voor een cliënt voldoende? En dan terugredeneren. Nou, dat soort exercities doen wij nu ook. Ja. Ja. Klinkt dit hoopvol? Hè? De directeur van de planbureaus, hoe ze nu over onderzoek praten. Denken jullie dan, dat gaat mij helpen om bestuurlijke problemen op te lossen? Ja, zeker. En ik denk dat we elkaar kunnen helpen. Hè? Want dit gaat heel erg over de voorkant van beleid aan tekentafels. En daarvoor ga je ook letterlijk de wijken in om dat op te halen. Maar ik denk dat de loop tussen het maken van beleid, en dat moet uiteindelijk uitgevoerd worden, en dat heeft effecten. Om dat op te halen en daar constant weer in te ontwikkelen, zodat je inderdaad de wetenschap ook echt kan toepassen en vanuit de praktijk heel veel kennis terugkrijgt, is een hele belangrijke. En voor die complexiteit denk ik, wat wij zien in onze gebiedsontwikkeling, Flevoland is natuurlijk een nieuwe provincie, dus wij hebben echt het idee van we kunnen hier dingen wel behapbaar maken. En we zijn heel erg met het Rijk in het gesprek van hoe kunnen we al die ontwikkelingen die zo belangrijk zijn, in onze praktijk, op dit gebiedje, dat maakt de complexiteit een stuk minder. We hebben 6 gemeenten, 1 waterschap. We gaan met elkaar aan tafel. Hoe kunnen we al die ontwikkelingen naar binnen trekken en zorgen dat we het behapbaar maken voor onze regio? Dus je kunt het ook in die schaal wat minder complex maken. Ja. Ja. Mag ik daar iets aan toevoegen, Bas? En ook bij jou, hoor. Sorry. Ja. Heel kort. Want anders lijkt het alsof wij vanuit het kennisje zitten spiegelen op. Het is een wederkerige relatie. Ja. Wij hebben het beleid nodig om te kunnen doorgronden wat effecten zijn van maatregelen. Wij hebben de regio nodig om te kunnen doorgronden hoe nou klimaatvraagstukken, energievraagstukken, circulaire economievraagstukken, hoe die in elkaar grijpen. Dat haal je niet alleen uit de kennis, dat haal je ook uit de beleidspraktijk. En juist doordat die interactie tussen kennis en beleidspraktijk zo dicht tegen elkaar aan is gezet, kunnen wij ook die kennis leveren. Dus het is niet zo dat wij alleen maar leveren en het beleid uitvoert. Nee, dat beleid is voor ons een bron van kennis ook. Ja. Maar dan zal de luisteraar misschien wel denken van, zitten we niet te veel op elkaars stoel? Nee, want geen misverstand daarover. Okay. Uiteindelijk is het zo inderdaad dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Voor ons is dat beleid kennisobject, maar wij trekken onze eigen conclusies daaruit. En die geven we terug. En dan vervolgens is het aan beleid om daar al of niet iets mee te doen. Ja. Dus we doen het wel rolvast. Okay. Goed. Dat gezegd hebbende, Siebe? De reactie van Hans en Kim, zo van wij gaan niet meer zoals we ook zelf klassiek sectoraal, maar we gaan het ook geïntegreerd onderzoeken, lijkt me heel goed. Want dat kan ook een antwoord zijn op een nog niet gestelde vraag. Hè? Want dan spiegel je de werkelijkheid, dat is goed.
Ik zou er twee elementen aan toevoegen. Dat vind ik nog best ingewikkeld. De planbureaus zijn natuurlijk heel sterk gericht toch op de nationale overheid. Het zit niet automatisch. Als je in toenemende mate ziet, centrale overheid die regisseert en andere overheden voeren uit. Nou, dat heb ik nog niet opgelost, want dat is ook een steeds terugkerende discussie. Wie betaalt? Nou, dat vind ik ook best ingewikkeld. Het tweede, afgelopen 10 jaar heb ik heb soms van die hobby's en die hou ik langdurig en vasthoudend vast. En dat is namelijk, we hebben het nu over de interactie tussen beleid en kennis. Maar eigenlijk moet het ook gaan over de interactie, en dat zal onbedoeld ook vast wel bedoeld zijn, tussen kennis en uitvoering. Ik heb het meest geleerd de afgelopen 10 jaar niet in deze Haagse torens, niet in de beleidsomgeving, maar dagelijks iedere keer weer kijken wat doet het beleid binnen de uitvoering, of het nou een rijksoverheidsuitvoeringsorganisatie is, of een organisatie als provincie of gemeente. Ik ben ook toezichthouder in een woningbouwcorporatie. Nou, dan zie ik, zeg maar, ik zie ongeveer de BZK-toren 3 huizen verderop vertaald wat het voor problemen al dan niet oplost in een woningbouwcorporatie. Ja, ik denk die driehoek, beleid, kennis en uitvoering, daar zou ik ook wel een pleidooi voor willen houden. Ook in relatie tot de kennisinstellingen. Zou je die nog even willen toepassen op stikstof? Daar even. Hè, nou, gisteren sprak ik met de provinciesecretaris, algemeen directeur van Zeeland, die coördineert dat voor de provincies, hoe dat moet. Nou, die vindt dat dus ook best een lastig. Hoe, als er nu afspraken worden gemaakt over stikstof, met de kennis die we nu hebben, hoe hij of zij dat in die verschillende provincies moeten gaan doen, ook waar de situatie zo verschilt en de belangen zo verschillend zijn. Die zijn gewoon in Flevoland echt anders dan in Brabant. En dan is de kennisbasis wel fragiel om afweging te maken. Ja. En zeg je dan ook impliciet dat kennisorganisaties zich ook meer met die uitvoering zouden moeten... Nee, niet met de uitvoering hoe ze het doen, maar de kennis... Ik weet niet meer of het de voorganger van Hans of de voorganger van Kim was, maar het zal best een van de twee zijn. Die had het over de implosie van beleid. Eigenlijk, heel veel beleid wordt helemaal niet op een Haagse departement bedacht. Ja, het papier wel, maar het beleid niet. Maar het zou eigenlijk grond moeten zijn wat in de uitvoeringspraktijk gebeurt. Nogal wat crisissen waar we nu voor geconfronteerd zijn, hebben daar ook mee te maken. Of het nou een COVID-crisis is, of een toeslagencrisis, dat heeft toch wel iets. Maar wat is in de uitvoeringspraktijk gebeurd? Ja. En wat leren wij daarvan voor andere uitvoeringspraktijken, zelfs als het niet toeslagen is? Ja. Zelfs als het niet COVID is. Want ik heb ook 3 maanden Kim en de plaatsvervanger Hans in de videoschermen rondom COVID mogen meemaken. En één voorbeeld wat jou best aan moet spreken, Kim. Gedragscomponenten in zo'n crisis inbrengen. Jongens en meisjes van beleid kunnen dat niet hanteren. Hm. Want hoe vertaal je gedragskennis in beleidspraktijk? Nou, dan, we gaan het doen. Maar dan denk ik, ja, hoezo? Nou, die kennis ontbreekt deels. Ja. En in de uitvoering heeft men vaak wel die kennis wat dat doet met mensen. Het wordt al snel, het gaat al snel richting... Communicatie. Ja, communicatie of nudging. Ja. Terwijl het natuurlijk ook echt begint bij de vraag, hebben we voldoende inzicht in hoe het echt met mensen gaat? In welke context beleidsmakers zitten? Wat bedrijven meemaken die geconfronteerd worden? Daar begint eigenlijk de dialoog over. En wat doet dat dan met de dynamiek daar in de uitvoering? Maar ik ben het met je eens, ik herken het, ja. Overigens is het natuurlijk ook nog een klassiek bestuurskundig vraagstuk dat beleid ook in de uitvoering gemaakt wordt. Dus dat een ander probleem wat hierbij komt kijken is dat als we zeg maar erg in een politiek-bestuurlijke cultuur zitten, blijven zitten of hangen, waarin alles wat er in de uitvoering anders loopt als falen van de politiek in Den Haag wordt gezien, dan hebben we een groot probleem, omdat we gewoon al... Het is gewoon een klassiek vraagstuk. Beleid wordt deels in de uitvoering gemaakt. Dus hier zit ook nog wel een spanning op de lijn hoe we daarmee om moeten gaan de komende periode. Ja. Ja. Hans, misschien nog een opmerking? Over ik kan hem nog complexer maken. Nee, dus je zou hem reduceren, Hans. Ja. Nee, want precies dit punt, hè, dit heeft ook te maken met de veranderende relaties tussen kennis en beleid. Hè. Ook onze onderlinge relatie verandert. Hè. Want we komen uit een situatie waarin inderdaad afstand ook letterlijk werd genomen. Fysiek ook letterlijk haast werd genomen. Dus er moest afstand zijn tussen kennis en beleid. Kennis kwam pas aan de orde als het beleid af was gemaakt. Dan kon je het evalueren. Dan kon je ook kijken wat de oorzakelijke verbanden waren. En dat je over 5 jaar had je dan een conclusie. En die kon je dan teruggeven aan het beleid. En de volgende beleidscyclus kon je dat dan meenemen. Ja, die tijd hebben we niet meer.
Dus vandaag de dag is kennis ook veel meer betrokken op de huid van het beleid maken. Ook op de uitvoeringen. Dat hebben we bij het planbureau van de leefomgeving hebben we dat natuurlijk in die lerende evaluaties. Hè. We evalueren niet alleen maar op het einde van het programma en gaan naar kijken wat er gebeurd is. Nee, we lopen mee met het beleid. En dat is best nog lastig, want we hebben daar verschillende rollen in. We zijn enerzijds toeleverancier van kennis. Hè. Ik vind het persoonlijk altijd zonde dat hier van die fantastische kennis op alle planken ligt. En die wordt niet gebruikt. Dat moet je voorzien te voorkomen. Dus die kennis moet zo snel mogelijk gewoon naar de beleidspraktijk. Tegelijkertijd zijn we onafhankelijk. Ja. Dus wij moeten ook als het ware in de positie kunnen zijn om onafhankelijk onze conclusies te trekken. En ik ben blij dat veel van onze partners dat heel goed begrijpen. Dat we dus die dubbele rol hebben met elkaar. Maar het is een voorbeeld van het feit dat kennis en beleid ook steeds integraler met elkaar bewegen. Dat we bezig zijn met zoiets als lerende evaluaties. Hè? Dus evaluaties die werkenderwijs kennis leveren aan processen. En ik moet zeggen, dat is heel succesvol. Want daarmee kun je ook onderweg dingen bijsturen. Wat daar nog speelt vooral, is dat we dat nu nog vooral doen met decentrale overheden. We doen het nog heel weinig met de centrale overheid. Oh, ja. En juist zeg maar, het leren van decentraal naar centraal. Ja, daar kan nog volgens mij winst gemaakt worden. Ja. Oké, ik denk dat het even tijd is om naar het publiek te gaan voor vragen. Wie? Achter in de zaal. Vraag aan Hans over de leer van decentraal naar centraal. Ik onderschrijf wat hij zegt. En hoe komt dat dan dat dan bij de centrale overheid minder interesse wekt? Hoe komt dat? Dat is mijn vraag. Nou, ik weet niet of het ligt aan of interesse het goede woord is. Ik denk dat het voor een deel ook te maken heeft met het feit dat natuurlijk de gestolde karakter van beleid in Den Haag nog wat groter is dan decentraal. En dat betekent dat als je hier echt dingen moet gaan veranderen, hè, vaak zijn het ook interdepartementale dingen die je moet gaan veranderen, dat betekent dat je daar de beleidscontext voor moet hebben om die boodschap te laten landen. En die landingsplaats is er vaak niet. Dan komt het hier toch op de een of andere manier tussen de sectorale stoelen terecht. Of tussen de stoel en de tafel, afhankelijk van de beeldspraak die we willen hanteren. En krijgt het geen adressant. En volgens mij is het dus ook ontzettend van belang om in Den Haag een platform in te richten. Of een netwerk of gezelschap dat in staat is om die boodschappen die vanuit decentraal naar boven komen. Van jongens, dit gaat fout. Of hier lopen we tegen een tegenstelling aan. Hè, zoals tussen circulariteit, hè, granuliet en gezondheid bijvoorbeeld. Dat daar een adressant voor is hier in Den Haag, die dat oppakt en die zegt, wat is hier eigenlijk aan de hand? Heeft dat iets te maken met een beleidstekort bij ons? Of is dat een informatieachterstand dat het geduid kan worden en opgepakt kan worden? Dan ben je echt volgens mij als één overheid bezig. Hè? Dan ben je met wisselwerking bezig. Nou, even op dat voorbeeld te doorhaken, als ja. Het mag. We hebben voor die kwestie met granuliet, heeft INW dat naar zich toegetrokken. Die heeft gezegd, hier is niet iets systemisch niet goed gegaan. Dus we gaan naar het hele systeem kijken. We gaan een soort botsproef maken in het kader van de omgevingswet die er ook aankomt. Om te kijken van beleidsmakers, uitvoerders, letterlijk uitvoerders, baggeraars, natuurorganisaties, ministerie, ambtenaren. Allemaal bij elkaar en we hebben echt een aantal sessies van een paar uur om te kijken welke aspecten zien we nou, waar zitten beleidstekorten, waar zit naleefgedrag wat niet klopt, waar zitten verkeerde aannames, waar zit het ergens in de certificering niet goed. We kloppen eigenlijk en betasten dat hele onderwerp en dan zie je dat je zoveel mogelijk naar boven haalt. Dan wordt het zo integraal als mogelijk en dan zien we misschien ook nog wat over het hoofd. Maar ik vind het een hele goede poging van INW om dat echt met een grote club mensen te doen. Ja. Misschien goed. Mag ik er iets aan toevoegen, want ik herken dit. Een vervolgstap is dan ook van nou, dan moet je met die tekortkomingen of het werkt in de praktijk niet of er is een verkeerde aanname, moet je dan ook iets doen. En als ik op uw vraag antwoord van wat zie ik dan op onze dossiers ook nog vaak, dat is toch dat er in het Haagse heel snel een politiek compromis domineert en dat daar een heel rationeel mensbeeld achter schuil kan gaan. Als ik een voorbeeld weer uit het sociaal domein neem,
Je ziet dat in de sociaal domeinwetgeving toch een heel sterke zelfredzaamheid van mensen centraal is gesteld. Die afstaat van mensen in de meest kwetsbare posities. Dat constateren wij herhaaldelijk. En in een voorbeeld van tussentijdse mogelijke bijsturing hebben wij, toen wij de participatiewet evalueerden, hebben wij halverwege, omdat wij inderdaad ook erachter kwamen, wat heeft het voor zin om na 5 jaar die lessen terug te geven, hebben we halverwege besloten om een tussentijdse evaluatie uit te brengen met als doel om het beleid ook de gelegenheid te geven bij te sturen. En ik moet u zeggen dat me dat fors is tegengevallen, omdat eigenlijk de reactie terug vooral was uitleg wat er al wel gebeurde en dat de praktijk nog moet leren, dat er jaren overheen gaan. En in mijn ogen is dat een gemiste kans geweest om het werk voor mensen met beperkingen sneller op orde te krijgen. Dat is niet een schuldige vinger, maar dat betekent dat in mijn beleving af en toe ook een idee over de praktijk domineert waar men aan vasthoudt omdat het nou eenmaal in die politieke periode is afgesproken. En dat is funest voor de uitvoering. Dank u wel. Andere vragen? Ja, achter en in de zaal. Dan daarna u. Ja? Ik ben wel heel geïntrigeerd in, laten we zeggen, een veranderende vraagstelling in het onderzoek. Hè? Meer integraal. Meneer Putters had al 2 keer het sociaal domein aan. Interesseert me heel erg. Ik hou me in Gelderland bezig met de ruimtelijke ordening. Planbureau voor de leefomgeving. Heeft u ook van dit soort trajecten lopen waar je eigenlijk de integrale ruimtelijke afweging centraal stelt in het onderzoek? Want ik moet heel veel belangen afwegen in al die casuïstiek die langskomt. Maar het is best moeilijk. Ja, nee, tuurlijk. Wij hebben een binnen het Planbureau voor de Leefomgeving al een vrij lange traditie van aandacht voor regionale integrale vraagstukken. We hebben in het verleden integrale studies voor het Groene Hart gemaakt. We hebben integrale ruimtelijke studies gemaakt voor de Brabant-Zeeuwse Delta, de zuidwestelijke delta. Dus aandacht voor de regio. We doen veel aan regionaal-demografische vraagstukken. Regionale woningmarkt, regionale arbeidsmarkt. Maar wat ik interessant vind is toch dat we vandaag de dag nog integraler zijn gaan kijken daarnaar. Want de ruimtelijke vraagstukken waren vooral ook verstedelijkingsvraagstukken. Het ging over woningbouw, mobiliteit en de koppeling tussen woningbouw en mobiliteit. Vandaag de dag gaat erover dat je inderdaad ook die klimaatverandering en die energietransitie en die circulaire economie moet gaan meenemen in dat soort integrale vraagstukken. Dus ja, zeker hebben wij de aandacht voor. En we zijn ook in het kader van de ruimtelijke verkenning 2022 via een aantal regionale ateliers zijn we ook aan het kijken hoe we nou dat integrale ruimtelijke vraagstuk kunnen oppakken en welke kennis wij kunnen toevoegen daaraan om dat ook voor regio's inzichtelijker te maken en hanteerbaarder te maken. Dus wordt vervolgd. Dank u wel. Hiervoor was nog een vraag, Ed. Ja, integraliteit, daar vraag ik me af of jullie ook kansen zien dat opgaven die vanuit verschillende sectoren komen elkaar ook kunnen helpen. Want het is heel duidelijk dat als je iets denkt goed te regelen op het een, dat het verkeerd kan uitpakken op het ander. Maar zijn er ook voorbeelden van hoe het, wat ik zei, het andere juist kan helpen bij het een en andersom? Is dat een vraag aan deze kant van de tafel? Ik kan voor de stikstof kan ik zeggen. Bijvoorbeeld als je maatregelen neemt op het terrein van klimaat, hebben die ook een positief effect op de problematiek van de stikstof. Ja. En hebben dus ook andere positieve fallout, terwijl ze, en dan is de pleidooi, beschouw meteen van meet af aan tegelijkertijd. En als het in Gelderland gaat, als je soneren wilt uit het oogpunt van stikstof, dan heeft het ook iets te maken met gebruik van die zones voor andere doeleinden. Ja. Dan zou het stom zijn, niet dat het zo is hoor, maar om dan niet te kijken welke andere functies zou ik daar nog kunnen integreren. Ja. Maar het interessante, want het klopt, hè? Stikstof en klimaat is dus, weet je, als we het stikstofprobleem goed kunnen oplossen, hebben we tegelijkertijd een stevig klimaatprobleem opgelost in de landbouw. Het geldt hetzelfde voor natuurlijk elektrificering van de mobiliteit. Hè? Als we dat goed gedaan hebben, dan hebben we ook veel fijnstof uit de lucht gehaald. Ja. Dus dat zijn allemaal win-win situaties, zoals het mooi populair heet. Het probleem is vaak alleen dat in het beleid worden dit soort programma's sectoraal afgerekend. Dus hoe ga je nou
Weet je, hoe ga je nou win-win situaties of hoe ga je nou integrale winst, hoe ga je dat beoordelen in je beleidssystematiek? Nou ja, daar komen we misschien zo meteen over te spreken, want dan gaan we het waarschijnlijk hebben over brede welvaart en hoe dat mee gaat lopen in de begrotingssystematiek. En dan komen we daar vanzelfsprekend over te spreken, volgens mij. Goed. Ik heb ook een aantal interessante vragen vanuit de chat. Eén vraag gaat over de rol van het bedrijfsleven. We hebben die driehoek laten zien. Natuurlijk zijn er ook allerlei kennisprogramma's met bedrijfsleven, topsectoren, noem maar op. Zouden jullie beide daar even kort licht op kunnen laten schijnen vanuit beide dossiers? Hoe zat het met granuliet? Hoe zit het met circulaire economie? Hoe zit het met stikstof? Waar zit dat bedrijfsleven in die hoek? En moeten we daar wat mee? En hoe doen we dat? Ja, wat ik net zei, die integrale aanpak waarbij alle partijen aan tafel zitten. Daar zit ook het bedrijfsleven aan tafel. Niet om te lobbyen, want dat is vaak de angst die mensen hebben, maar om gewoon zelf te vertellen, dit werkt en dit werkt niet. Okay. Want je kunt heel veel dingen verzinnen, en vooral als je middelen gaat voorschrijven. Maar bouwbedrijven die zeggen soms, ja, maar dat kunnen we helemaal zo niet bouwen. En we hebben overigens een beter idee. Dus we hebben ook van het bedrijfsleven heel erg de kennis nodig om ervan te leren en om dat in het beleid op te nemen. Als die zien, dit zijn de belemmeringen, maar hier zien we ook oplossingen. En als je dat verwerkt in beleid, kan dat goed zijn. En ook daarin moet je wel weer onafhankelijk zijn. Dus het is heel erg samen, maar ook erg rolvast. Ja, maar het bedrijfsleven heeft zeker een rol. Ja, nou, ik zag het bij PFAS. Eigenlijk moet je niet met het georganiseerde bedrijfsleven, met de toren hier verderop. Hè, want daar is de kennisbasis ook relatief klein. Want in de sectoren waar ze voor het eerst daar op ons wees, was het grondverzet. Die wisten precies wat er aan de hand was. Maar ja, niemand kende ze. En ze kenden ook niemand in Den Haag. Want dat is natuurlijk ook nog best een probleem. Departementen, jouw departement, tijdelijk ook mijn departement, heeft nu voor het eerst regiocoördinatoren. En vanuit perspectief, als iemand belt vanuit Zeeland, moet de telefoon worden opgenomen door iemand die weet waar Zeeland ligt. Maar dat is een vernieuwing, hè? Kun je nagaan. en dat is natuurlijk, bij INW is het natuurlijk heel goed, maar dat verdient nog wel navolging bij nogal wat departementen. Ja. Oké, een andere vraag, ik kom zo dadelijk bij jou. Ik wou wel zeggen bij u, maar bij jou. Een andere vraag gaat over verschillende perspectieven. Hoe kijk je naar de feiten? Straks, Kim, had je het al over. En de vraag is eigenlijk, worden in het onderzoek, bij dit soort complexe vraagstukken, ook meerdere perspectieven meegenomen? Of zijn we heel erg vanuit een perspectief aan het werk? Nee, dat moet natuurlijk. Hè. Dat hangt natuurlijk, alles hangt, staat en valt ook met de onderzoeksvraagstelling. Maar nee, ja, dat is wel het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk verschillende blikwisselingen organiseren als je met het onderzoek bezig bent. En overigens ook zie ik dat wel als een rol van ons in die processen van beleids- en besluitvorming. Van dat je juist een perspectief op een vraagstuk kan inbrengen wat nog niet een rol gespeeld heeft. Dus we proberen wel te doen. Ja, wij hebben, ik denk dat onze beide planbureaus het ook in huis hebben. Heel veel verschillende disciplines. Mensen die met elkaar over één onderwerp in gesprek zijn. Vanuit en bij ons zijn dat dan vaak economen, politicologen, sociologen die met elkaar naar zo'n vraagstuk kijken. Dus het zit bij ons wel ingebakken, maar je moet het wel steeds op tafel leggen. Ja. Omdat de neiging ook nog steeds kan zijn om het heel dominant vanuit één perspectief te doen. Dus het vraagt wel onderhoud. Ja. 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 Hans? Hoe zit dat bij PBL? Ja, nee, we proberen het. Mm-hmm. Ook natuurlijk inderdaad enerzijds intern vanuit het feit dat we verschillende disciplines in huis hebben. Hè. Fysici, biologen, maar ook sociologen, economen, bestuurskundigen. Dus dat levert al stevige debatten af en toe in huis op. Prima, hartstikke goed, zodat je spanning naar boven trekt en daar iets mee kunt gaan doen. Maar tegelijkertijd heb je de verschillende perspectieven buiten. En we hebben het al even al gehad over het perspectief vanuit Den Haag en het perspectief vanuit de regio. Het perspectief van Europa kunnen we nog bijplaatsen. Maar je hebt ook het perspectief van de verschillende bevolkingsgroepen natuurlijk. Hè. Een natuurbeschermer kijkt anders naar natuur dan een agrarisch ondernemer naar natuur kijkt. En daar moet je in je onderzoek mee rekening houden. Ja. Dus vandaar dat wij ook in ons eigen onderzoek, en het wordt ons niet altijd in dank afgenomen hoor, mag ik je zeggen. Daar zijn af en toe wel stevige discussies over. Dat wij niet alleen naar het fysieke substraat kijken. Hè? Dus wat gebeurt er nou met de bodemkwaliteit en dat soort zaken meer. Maar dat we nadrukkelijk ook wel kijken naar, ja, maar wat impliceert dat nou voor bijvoorbeeld ondernemerschap, agrarisch ondernemerschap.
En ik heb wel stevige discussies gehad in technische briefings in de Tweede Kamer over dat met name ook groene partijen tegen ons zeiden, ja, die boeren, dat hoef je niet, beperk je maar tot de fysieke. Nee, dat kan niet, want dat fysieke milieu wordt op de een of andere manier gedragen door mensen. Ja, en sterker nog, ze zijn ook een onderdeel van de oplossing. Ja, tuurlijk. En vanochtend stond ik bij een aantal boeren. Wij hebben een actieplan Bodem en Water, waarin we met boeren, bovenwettelijk, niks is verplicht. Maar we hebben gezegd, voelen jullie een verantwoordelijkheid voor deze bodem, voor de afspoeling van bestrijdingsmiddelen en dergelijke, dan kun je daarmee aan de slag. Ja. En dus daar gaan ze allerlei hele praktische oplossingen verzinnen, waardoor er geen afspoeling meer is van bestrijdingsmiddelen in het water. Er zijn boeren die trots vertellen, ik heb het tot nul teruggebracht. Daar zijn ze ontzettend trots op, hebben ze zelf gedaan. Ja. En dat komt omdat je het gedragscomponent weet, de ondernemer snapt, en dat je ook denkt, als we ze daar prikkelen, dan komen ze in actie. Ja, dat is precies waarom wij inderdaad ook aandacht hebben voor het verdienmodel van boeren. Dus hoe kun je nou dat verdienmodel zo arrangeren, zo herarrangeren, dat agrarisch ondernemers, wat zijn ondernemers, de vertrouwen hebben dat op de lange termijn ook publieke opbrengsten, zoals natuurkwaliteit, terugkomen in hun portemonnee. Nou, en als ze daar geen vertrouwen in hebben, omdat het natuurlijk altijd subsidiesystemen zijn die na 2 jaar ophouden enzovoort, ja, dan gaan ze niet langjarig investeren in kwaliteit. En dat moeten wij meenemen, want anders zijn we met een hele partiële werkelijkheid bezig. Ja. Ja. Dus eigenlijk 2 redenen. Hè. Jij wijst op praktijkkennis, hè, die boeren inbrengen. En jij wijst erop dat ze een verdienmodel moeten hebben in een nieuwe context. Ja, ja, en de actie, hè, was voor mij ja. Niet alleen de kennis, maar dat ze dan aan de slag gaan. Ja, dat is ook, ja. Mag ik nog een kleine kritische kanttekening plaatsen? Wat ik ook nog wel aandacht voor vraag, dan kijk ik vooral naar de overkant, om het zo te zeggen. Wat de dominante wetenschappelijke discours is. Soms denk ik wel, is dit, in de economie ken ik het dan het beste, sommige dingen kwamen gewoon niet aan bod, omdat dat gewoon niet de dominante wetenschappelijke benadering was. En dat gebeurt op meerdere terreinen. Want jij doet nu circulaire economie, ik ga het nog eens een keer opzoeken. Maar ik heb nog een nota ergens liggen, in 2010, waar mij werd geadviseerd, SG van INM, om deze foute terminologie niet te gebruiken. Want dan had ik het niet begrepen. Want het was toch echt anders. En als ik die bril had afgezet, had me zo gekund. En daar waren ook wel goede argumenten voor. Dus soms is een begrip of een wetenschappelijk discours verhindert ook om problemen te zien of te onderkennen. Ja. Voelen jullie je aangesproken? Ja, nee. Ja. Het was voor de overkant. Ja, heel fijn. Dit is natuurlijk ook onze opdracht om en de verbindingen met de academie scherp te houden. Dus steeds weer nieuwe inzichten naar binnen te halen, discussies aan te gaan. Ik vind ook dat wij dat de komende jaren nog scherper kunnen doen, ook bij het SCP. Het geldt ook, het is ook continu in gesprek zijn met de praktijk. Want daardoor ervaar je ook of een bepaalde wetenschappelijke benadering ook ergens landt en ergens bruikbaar is. Dus het heeft volle aandacht en ik herken het deels, want wat ook altijd een dilemma is dat wanneer je verschillende meetmomenten wilt hebben en je onderzoek wilt herhalen en iets over de trend wilt zeggen over de langere termijn, dan is de verleiding ook groot om bij een aantal uitgangspunten van je onderzoek te blijven. Maar wij hebben de opdracht om intern die checks en balances scherp te houden en het toch iedere keer te bevragen. Dus ik deel wel die oproep, ja. Ja, natuurlijk. En het aardige is, want het is niet zomaar alleen maar dat we dat leuk doen vanuit omdat we dat leuk vinden of zoiets dergelijks. Maar wij krijgen het automatisch op ons bordje. Omdat we juist, wij doen wetenschappelijk werk. In de zin van alles moet volgens wetenschappelijke methode, herhaalbaar, objectief enzovoort. Maar wij zijn geen universiteit. Nee. Dus bij ons alweer gaat het niet om kennis om de kennis, maar gaat het om het feit dat die kennis op de een of andere manier een handelingsperspectief kan bieden. Dus de kennis bij ons wordt keihard ook geconfronteerd met kennis van andere gebieden, hè, die multidisciplinariteit, en met de handelingspraktijk. Ja. En dat impliceert ook dat je al haast in je werk een soort van kritische blik krijgt op. En dat laat onverlet dat je natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid moet nemen daarin.
Maar het vraagstuk dringt zich eerder op bij ons. Er is wel een ik ervaar wel dat er ook een belangrijke mechanisme is. Iedereen realiseert zich ook heel goed dat als een planbureau iets zegt, dat het ook zomaar regel 1 op teletext kan zijn. Dus dat zijn wij ons allemaal binnen het SCP elke dag heel erg van doordrongen. Dus dat dwingt je ook wel om toch steeds scherper te zijn in deze mediasamenleving van wat we naar buiten brengen, hoe brengen we dat naar buiten. En dat gaat ook wel eens mis en daar leer je dan weer van. Maar dat is wel in de huidige context iets wat steeds weer dwingt van hoe hebben we het gedaan, kan het ook anders. Ja. Ja. Ik ga nu echt even naar die mevrouw in de zaal. Dank u wel. Mijn naam is Leonie van der Voort. Ik heb jarenlang bij de Rijksoverheid gewerkt, maar ik werk nu bij het bedrijfsleven. En wel de oppervlakte delfstoffenwinners, dus alle discussies over PFAS, granuliet, stikstof. Ja. Nou, ik ken ze allemaal van binnen en van buiten. En nu moet ik zeggen, er kwam heel even voorbij dat bedrijfsleven. Ik werk daar nu al 15 jaar. En wat mij wel opvalt, is dat binnen dat bedrijfsleven is ontzettend veel kennis beschikbaar. Ongelooflijk, vind ik zelf. En mij valt wel altijd op dat als wij dan een granuliet of een PFAS-crisis zien gebeuren, dan kijken wij vanuit dat bedrijfsleven hoofdschuddend naar wat men in Den Haag daar allemaal over zegt. En meestal vinden wij dat heel dom. Dan zeg ik, maar dat weten we toch allang. Maar het is heel erg lastig om dat vanuit dat bedrijfsleven die kennis naar Den Haag te brengen. Dat komt deels door onszelf. Het bedrijfsleven, het meeste gewoon het uitvoerende bedrijfsleven, de baggeraars, de zand- en grindwinners. Hoe minder je in Den Haag komt, hoe beter dat is. Want voor je het weet gaan ze met je bemoeien en daar willen we helemaal niet. Maar als er echt een crisis is, dan hebben wij hele waardevolle kennis. En die krijgen wij bijna niet voor het voetlicht. De enige club die nog wel eens luistert is PBL. En dan na 5 jaar zien we in het rapport van, oh ja, dat hebben wij 5 jaar geleden inderdaad gezegd. Dus ik denk zelf, zouden we niet toch iets moeten verzinnen, waardoor je die kennis van het bedrijfsleven, wat er op allerlei terreinen echt is, wat sneller naar het beleid kunnen brengen. Want dat scheelt zoveel tijd. En in het bedrijfsleven is tijd is geld. Voor ons is elk jaar, wij tellen meer in maanden dan in jaren. Elk maand dat er een crisis is, kost de BV Nederland heel veel geld. Dus volgens mij zouden we eens moeten nadenken, kunnen we die interactie niet op de een of andere manier wat versnellen? Ik begin aan deze kant. Ja, ik heb niet voor niks dat voorbeeld van PFAS genoemd. Dat uit de wereld van het grondverzet heel scherp was wat het probleem was, onderkend. Inderdaad, dat had geen aanklang in Den Haag. Ook omdeels de weg niet werd gekend. En wel de weg naar de omgevingsdiensten. Maar dan kwam het weer niet gearticuleerd in Den Haag. Dus het is eigenlijk een ondersteuning van wat ik zei. En daarom zei ik ook niet naar de toren VNO-NCW. Want dat is ook dan vergrindert. Om het zo te zeggen. Het is heel nodig om dat te doen. En als het PBL dat doet, alleen maar positief. Maar ook beleidsmensen zouden dat veel meer moeten doen. En niet vanuit het perspectief van wantrouwen. Want als je niet begrijpt wat er gebeurt, dan kan je ook niet een goede beleidsinterventie doen. Zo. Ja. Vooruit. Ik kan het even. Ik ben weggegaan, niet door Sibiritsa, maar wel toen hij hoofd was van SNC. Ik ben zelf chemicus en ik zat daar in een D1-club, zoals het toen heette, met allemaal inhoudelijke mensen. Maar ik vond zelf ook, en daarom wil ik wel even aanvullen, dat er heel weinig inhoudelijke kennis voorhanden was op dat niveau, als het ging meer om technisch wetenschappelijke kennis. Ik ben zelf, kom uit het klimaatonderzoek en ik heb daar ook een tijd rondgehangen. En het was best lastig om ook mijn kennis over te dragen aan de andere beleidsmakers. En vervolgens is die hele D1-club, die hele inhoudelijke, al die denktanks die er zaten, is allemaal verdwenen. Dus ik denk zelf dat het nu nog erger was dan het toen was. Ja, ik vind het een hele terechte oproep. Ik denk dat we heel veel parels laten liggen in Nederland. En als we nog verder gaan denken met Hans over de kennisinfrastructuur, zo wat circulaire economie, beloof ik je dat we dat ook zullen meenemen. Regionaal, dat gaat niet om ons op de borst te kloppen, maar gewoon omdat wij heel veel contact met bedrijfsleven hebben, gaat dat echt beter. Als wij kijken naar hoe wij onze landbouw gaan ontwikkelen samen met de boeren, samen met de akkerbouwers, samen met de mensen
mensen die echt letterlijk in het veld staan. Hoe we met circulaire economie allerlei kennisworkshops, waarin we bij elkaar komen en van elkaar leren. En nou ja, zoals vanochtend ook, dat we bijvoorbeeld de bodem centraal stellen en dat we daarin kennis delen en bij elkaar ophalen. Wij ontwikkelen eigenlijk al ons beleid samen met het bedrijfsleven en samen met de omgeving, omdat we er dichterbij staan. Maar ik denk dat ook wij, dat gezegd hebben, we zitten dan wel op een eerste stap, maar dat kan nog wel beter. Ja. Ja, dat woordje samen, dat sluit heel mooi aan bij een vraag uit de chat. Daar wordt gezegd, ja, zoveel nadruk op integraliteit, op samenwerken. Wordt het geen bloedeloze compromis? Hebben we nog wel de juiste prioriteiten in beeld en de hiërarchie van prioriteiten? Is dat niet het gevaar? Komt ze dadelijk ook even bij jullie. Maar eerst nou, dat bedoelde ik met die rolvastheid daarnet. Okay. Je moet op een gegeven moment elkaar wel, je moet echt van elkaar weten, wat speelt er, wat is er voor kennis, wat vind je belangrijk, wat zijn jouw waarden, waar loop je tegenaan, wat zijn je beperkingen en de kansen. En vervolgens is het wel aan de politiek om die afwegingen integraal te maken en daar ook een keuze in te maken. En daar onafhankelijk niet één keuzes te maken, maar ook waar nodig toezicht te houden of dergelijke. Ja, dus weer die rolvastheid, ja. Duidelijke afspraken. Ja, en we beginnen natuurlijk met scherp te onderkennen wat het probleem is en scherp de keuzes te maken wat hij wil bereiken. En vervolgens is de afweging, hoe gaan we dat? En dan komt die integrale afweging dat aanpakken. En dat mag nooit voor worden tot een grijze aanpak. En die moet je ook kunnen verantwoorden in zijn effecten. Ja. Dat moeten we ook elkaar scherp houden. Wat kan ook een vage aanpak kan ook een vluchtgedrag zijn. Ja. Hallo. Reacties aan deze kant, Kim? Dat zal ik eerst. Nou, ik denk dat we, als ik het op ons onderzoek betref, kijk, het gaat om het doorgronden van de maatschappelijke vraagstukken waar ook het beleid iets mee moet. Dat staat bovenaan. Als daarvoor nodig is dat je ook monodisciplinair iets onderzoekt, om je kennis te vermeerderen of om te investeren, dan hoort dat erbij. Dus het gaat om een goede analyse van het vraagstuk en wat daar in samenwerking tussen disciplines en met specifieke disciplines voor nodig is. Dat is één. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de wisselwerking met de samenleving. Je moet eerst ook wel, misschien samen met maatschappelijke stakeholders, überhaupt dat probleem op tafel zien te krijgen voordat je eraan toekomt om te zeggen hoe gaan we het onderzoeken. Dus het is voor mij heel erg contextafhankelijk. Het adagium is niet alles moet integraal. Het adagium is wat mij betreft, we moeten maatschappelijke vraagstukken die de komende jaren op Nederland afkomen, die moeten we doorgronden, proberen te verklaren en handelingsperspectief bieden. Dat is de opdracht. Ja, oké. Okay. Helder, Hans? Ja, ik heb altijd twee soort van eikpunten die ik daarbij gebruik. En die misschien te pas en te onpas uit mijn broekzak halen, maar goed. Inderdaad, wat is hier het vraagstuk? Dus je voorkomt dat kennis een grijze brei wordt door permanent de vraag te stellen. Op welk vraagstuk moet dit eigenlijk een antwoord zijn? Dus dat disciplineert al behoorlijk. Als dat vraagstuk niet te identificeren is, ja, dan is iemand met hobbykennis bezig, zou ik zeggen. Dat is één. En de tweede is probleemeigenaarschap. Wie is hier de eigenaar van het probleem? Ook zo'n circulaire economie, hè? Dat kan heel snel in een enorme abstractie verdwijnen, wil ik haast zeggen. Want zodra het abstract maakt, is er geen probleemeigenaar meer. Dus ook bij de circulaire economie wil ik altijd weten, maar wie stelt dit aan de orde en in welke keten dan precies? En wat is dan precies het kennisbelang daarbij? En dat brengt me ook terug even op die vraag over het bedrijfsleven, hè, want die vind ik ook razend interessant. Want inderdaad, hè, dat is een enorm kennisreservoir. Wij zijn met de circulaire economie bezig, we zijn met de energietransitie bezig. Nou, in de haven van Rotterdam of in het Gemmelot chemiecluster of weet ik wel meer. Een enorme berg kennis over hoe je met grondstof omgaat enzovoorts. Dus we zijn die kennis aan het aanboren, dat zijn we aan het doen, hè, binnen PBL. Systemisch, om het zo maar eens te zeggen. Maar waar we dan tegenaan lopen, is ja, dat natuurlijk bedrijfsleven een commercieel belang heeft bij kennis. En dus wordt het heel lastig om die kennis te delen. En dus moet je gaan zoeken naar, oké, maar hoe krijgen we nou die kennis, dat die kennis breder gaat circuleren, zonder dat dat ten koste gaat van de concurrentiepositie in het bedrijfsleven. Dus we zijn ook al heel sterk op zoek naar, en ik hoop dat het bedrijfsleven ons daarbij helpt, naar neutrale ruimtes, neutrale kennisruimtes, waarin wij kennis, misschien in een geanonimiseerde vorm, kunnen delen, zodat we die als het ware publiek ook nuttig kunnen maken.
Dus ik zou ook wel een oproep doen richting dat bedrijfsleven om na te denken over... Want er liggen allerlei vraagstukken, hè, over wij moeten decarboniseren. Wij moeten naar een hernieuwbare energie, industriële infrastructuur. Dat is een kip-ei-discussie. Want het bedrijf aan de ene kant en het netwerk aan de andere kant zijn van elkaar afhankelijk. Ja, maar wie pakt nou wat op? Als je de omslag moet maken van fossiel naar waterstof of wat voor dingen meer. Je hebt met infrastructuur te maken, je hebt met je eigen bedrijf te maken. Nou, dit soort van kip-ei-discussies, die kun je met elkaar oppakken als je inderdaad zo'n wat meer neutrale omgeving weet te creëren waarin je die kennis kunt verzamelen met elkaar. Ja. Ik ben graag bereid om als planbureau daar mee te gaan doen. Dus. Nou, dan hebben we nu een mooi moment, want de pauze is daar. Dus jullie kunnen al even samen een kopje thee drinken, als je wil, uiteraard. Maar ik heb nog een paar huishoudelijke mededelingen. De toiletten die bevinden zich aan die kant. Liefst dat u door de zijgangen loopt. Dat kan aan deze kant, ja, hier is wat lastiger, die kant. En dan vindt u daar een trap en dan beneden vindt u de toiletten. Dus voor de kijkers thuis, Bas. Wat zei je? Dit is voor de kijkers thuis. Oh ja, nou, ik denk dat die de toilet wel weten te vinden. Dat is zelf heel goed. Maar hier mensen in de zaal. En we zeggen dat ook vanwege de 1,5 meter. Want tegelijkertijd gaan andere mensen koffie en thee pakken. Mag natuurlijk iedereen, ook na het toiletbezoek. En ook daar moeten we even op de afstand letten. En het verzoek is om die kant naar binnen te gaan. Drinken te pakken, daarachter op te drinken. En als u straks de zaal inkomt, weer via de zijgangen dat te doen. En ik verwacht dat het allemaal wel vanzelf goed gaat komen. En dan gaan we over 20 minuten weer verder, precies om 4 uur. En dan hebben we een tweede uur. En dan gaan we de rollen een beetje omkeren. Beginnen we aan de kenniskant, maar gaan we uiteraard weer de reflecties vragen vanuit de bestuurlijke kant. Tot over 20 minuten. Leuk. Beste mensen, welkom terug bij het tweede deel van deze gespreksmiddag. Hopelijk ook de mensen thuis, dat jullie weer het scherm hebben gevonden. In deze ronde gaan we het omgekeerd doen. In de zin van dat we nu eerst aan de kenniskant beginnen en een paar casus uitdiepen. En dan ook reacties vragen vanuit de bestuurlijke kant. En daartussenin zijn we ook benieuwd naar de reacties vanuit het publiek. En met name ook thuis, blijf chatten. Natuurlijk kunnen we lang niet alles bespreken, excuses daarvoor. Maar we pikken de meest interessante, relevante vragen eruit. Die op dat moment passen in het debat. Dat wil niet zeggen dat de vragen die we niet behandelen niet relevant zijn, om alle misverstanden te voorkomen. Goed, ik kijk naar Rex, Kim. We zouden het gaan hebben over wijken, problematieken in wijken. Sowieso in het begin hadden we over de complexe transities. En wat er ook vaak bij speelt, is dat die alle implicaties kunnen hebben voor sociale rechtvaardigheid, voor sociale relaties, interacties. Een hot topic tegenwoordig is energiearmoede. Daar raken misschien de beide planbureaus elkaar, SCP, PBL. Misschien komen we zo dadelijk daar nog op. Dus dat is een thematiek die we nu wat willen uitdiepen. En aan jou het woord om wat te vertellen wat jullie doen op dat terrein. Wat voor dilemma's die je tegenkomt. Ja. En zo pellen we de problematiek af. Graag, het is wel leuk dat je dat overigens inderdaad zegt waar PBL en SCP elkaar raken. Dat roept bij mij nu meteen op dat er is ook wel een soort van iets van verandering in denken bij ons in huis in de loop van de jaren plaatsgevonden. Omdat we heel lang zeiden van ja, maar daar is het PBL van. En langzaam maar zeker, je zegt ja, dat kan je eigenlijk niet blijven zeggen. Hè? En daarbij hebben we daar ook vaak gesprekken over van ja, de woningopgave is een sociale opgave. En het heeft vertakkingen naar allerlei andere vraagstukken. Neemt niet weg dat wijken en wonen altijd wat minder aandacht hebben gehad in ons onderzoek. Maar de grote vraag vind ik inderdaad wel, ook voor de komende jaren, hoe we als planbureaus daar onze gezamenlijke krachten op bundelen. Wij hebben in de afgelopen jaren op een aantal momenten naar wijken en het wijkenbeleid gekeken. Toen ik net bij het SCP kwam in 2013, toen liep er een evaluatie van het zogenaamde vogelaarbeleid, dus van de krachtwijken aanpak die wij evalueerden. En in de periode daarna hebben we op gezette momenten gekeken naar hoe gaat het met de wijken, met de sociale veiligheid,
met het opgroeien van jongeren in de wijken. En dan raken een aantal dingen heel erg de discussie van voor de pauze. Eigenlijk is in onze benadering steeds de interactie staat centraal tussen wonen, school, het inkomen en het werk van mensen en hoe dat op het dagelijks leven allemaal inwerkt. En dan moet je altijd, als je naar locaties gaat kijken, het gezin, het huis, de buurt, de wijk. Ja, en natuurlijk de werkplekken die niet altijd in die wijk staan. Maar dat maakt de complexiteit van zo'n vraagstuk, hoe gaat het nou met mensen in een wijk, maakt al wel meteen duidelijk. Het gaat over veel facetten waar je veel verschillende disciplines bij nodig hebt. En ik zou dus ook zeggen, voor de woningopgave die er nu ligt, ligt er ook een belangrijk sociaal vraagstuk. Alleen al als je na gaat denken van in welke wijken wil je investeren. We hebben net een rapport uitgebracht naar opgroeien van jongeren, probleemjongeren in wijken. Dan zie je dat er meteen een relatie is naar vaak jongeren uit gezinnen met lage sociaal-economische status. Dus dat er vaak toch inkomensproblemen zijn in die gezinnen, ze zelf problemen op school hebben, er zijn schulden in het spel. Er spelen allerlei mechanismen omheen die ook met de buurt en de wijk te maken kunnen hebben. Namelijk, ze vinden wel een vergelijking in andere jongeren in diezelfde wijk met dezelfde problemen zitten, waardoor ze toch socialiseren met elkaar. En sommige jongeren ook echt meer een crimineel gedrag vertonen. Dat is natuurlijk maar één mechanisme wat we zien, want we zien ook heel veel andere dingen. Maar het maakt duidelijk dat in die wijken soms veel dingen met elkaar samenhangen. Toen ik daarover nadacht, dacht ik van nou, wat zijn nou twee dilemma's die ik uit dat onderzoek meeneem? Ik ga eentje noemen van dat onderzoek in 2013 en eentje van nu. En in 2013, die roept het ook in me op, omdat ik naar aanleiding van de discussie voor de pauze dacht, misschien moet ik me een beetje kwetsbaar opstellen hier als kennis in beleid. Het onderzoek naar de vogelaarwijken, dat was nog niet helemaal afgerond, maar ik kwam bij het SCP en ik was denk ik een maand in huis en toen verscheen het. Dus dat was eigenlijk een beetje zoiets van mijn vuurdoop. Nou, dat was het wel letterlijk, want het rapport kwam uit en ik werd 's ochtends wakker en chocoladeletters voor op de Volkskrant, vogelaarbeleid mislukt. Dat was niet onze conclusie, maar dat hadden de journalisten er wel uitgehaald. Dit is even iets anekdotisch, maar het geeft aan in welk dilemma ik met nog weinig ervaring bij het SCP terechtkwam. Na ongeveer een uur dat ik het gezien had, 's ochtends om 6:30, dus het was een uur of 8, belde Mark Frequin mij op, die toen verantwoordelijk was bij het ministerie voor de Vogel. En jij moet nu iets doen in al zijn betrokkenheid. En ik dacht, ja hallo, ik ben hier de onafhankelijke directeur van het Sociale Cultureel Planbureau. Ik laat me door het beleid niet vertellen wat ik moet doen. Bovendien, journalisten schrijven het op en daar ben ik niet voor verantwoordelijk. Ik sta hier voor de kwaliteit van ons onderzoek. Dat was ongeveer mijn houding. Wat er gebeurde, was dat ons onderzoek in een totaal verkeerd vaarwater terechtkwam. Dus niet alleen de duiding van het beleid klopte niet, maar ook de manier waarop we met ons onderzoek aan de haal gegaan werd, klopte niet helemaal. Wat deden wij daar? We deden een quasi-experimenteel onderzoek. Was voor ons ook nieuw, maar dat is wel even belangrijk. Want als je vraagstukken op een andere manier wilt aanvliegen, bijvoorbeeld rond de wijk, dan kan je er ook op uitkomen dat je verschillende methodieken gaat uitproberen. Dat je eens een andere wetenschappelijke discipline probeert. Wat wij daar gedaan hadden, was ook een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. En de kritiek die we met bakken over ons heen kregen, was dat het niet representatief was. Dat er daar wel een wijk in Enschede was waar het niet klopte. En daar, ja, dat is soms de consequentie van de keuze in methodologie die je kiest. Wat niet meteen betekent dat dat onderzoek waardeloos is. Sterker nog, we hadden mechanismen naar boven gehaald, zoals ik net begon, die in zo'n wijk spelen en waarbij je de vraag moet stellen, hoe is het daar aan de hand met armoede? Welke mechanismen gaan daar goed, welke gaan daar niet goed? Dus mijn eerste, min of meer anekdotisch was, ik zou dat nu dus ook anders doen. Dus ik heb ook geleerd, omdat ik denk dat je kunt uiteindelijk ook je onafhankelijkheid bewaren door in de discussie te stappen, goed uit te leggen wat je gedaan hebt en juist met het beleid ook de discussie aan te gaan, wat ging hier nou goed en wat ging hier nou niet goed. Maar dat kan dus ingewikkeld zijn als je een nieuw perspectief kiest om je onderzoek in te richten. Dus dat is het eerste dilemma wat ik hier schet. Het tweede is een positievere, of dit was uiteindelijk voor ons heel leerzaam. Dat is eigenlijk ons laatste rapport over onder andere die jongeren in wijken waar het niet zo goed mee gaat. Ik raakte daarover in gesprek met de burgemeester van Dordrecht. En de regio rond Dordrecht was heel erg bezig om een aantal grote opgaves, die wel hun oorsprong in die wijken hadden, om die integraler te benaderen. En we hebben daar een aantal sessies gehad en het was ongelooflijk interessant. Want ik dacht, ja, wat kan ik daar als SCP nou aan bijdragen? Maar daar werd heel erg duidelijk van ja, de woningbouwopgave. Als wij hier betaalbare woningen voor jongeren willen, en we weten dat in onze regio er heel veel mbo
jongeren wonen, die naar mbo-scholen gaan, waar ook voor een deel de jongeren in zitten waar ik het net over had, die soms ook net aan de verkeerde kant terechtkomen. Als we weten, dat weten we uit onderzoek, dat met name mbo-jongeren veel vaker als ze een gezin beginnen of een huis kopen, dicht in de buurt van hun werk willen wonen, dan dat academici dat vaak doen, dan is alleen al de verhouding tussen bedrijf, investeren in bedrijvigheid, het investeren in woningen en het investeren in je mbo-onderwijs een gekoppelde opgave. Wat wij dus met ons wijkenrapport in de hand hebben gedaan, is een paar keer heel indringend met de beleidsmakers en de bestuurders gesproken. Hoe kunnen wij nou meedenken? Wat weten we over die jongeren? Wat weten we over die wijken? Wat weten we over het onderwijs? En hoe kunnen we je kennis aandragen om dat gesprek met het regionale bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen te intensiveren? Dat was niet een onderzoek. Dat was eigenlijk wat we met ons onderzoek gedaan hebben in kennisdeling. Ik moet zeggen, dat smaakt wel naar meer. Omdat we daar in één keer door het gesprek in die praktijk met één zo'n studie, ja, heel veel dingen leerden die we nu proberen in ons onderzoeksprogramma een plek te geven. Ja. Dus dat is anekdotisch het tweede. Maar ik denk dat mijn punt over de wijk is, je kunt ze niet bestuderen zonder interdisciplinair te kijken. Maar je moet ook een mixed methods benadering hanteren om de echte vraagstukken te doorgronden en de mechanismen naar boven te halen. Ook als dat betekent dat je niet over heel Nederland iets zegt. Ja, ik hoor eigenlijk dus twee dingen. Hè. De methodologie past zich aan de problematiek. Ja, dan heb je misschien nieuwe methodes nodig om die te bestuderen. Aan de andere kant wil ik je ook zeggen dat interactie met het beleid is veranderd. Door de tijd heen. De methodiek betekent ook dat je, dat is eigenlijk, ik geloof dat jij dat net ook zei, wat voor vraagstuk speelt er hier eigenlijk? Dus je bent ook de vraag aan het traceren. Van, stellen wij eigenlijk wel de juiste vraag over zo'n wijk? Dus ik denk ook als wij nu terug zouden gaan naar ons onderzoek van 2013, dat we waarschijnlijk vragen ook net weer anders zouden stellen. Dat hoort natuurlijk bij elkaar, de discussie over de methodiek en het type vraag dat je stelt. Ja. En ik denk dat is waar wij steeds meer van overtuigd zijn geraakt. Kijk, wij noemen dat heel huiselijk en het is een verkeerde slogan. We moeten soms een beetje meer van tellen naar vertellen. Dat betekent niet dat wij ophouden met in kaart brengen en onderzoek doen en dat wetenschappelijk onderbouwd te doen. Maar het betekent wel dat we een spade dieper willen in verklaringen om bij handelingsopties te komen. En daar moet je ook het hele verhaal meer voor naar boven tillen. Ja. In het begin vertel ik over die complexe problemen. Hè. Dat hoort ook bij wetenschappelijke onzekerheden. Is dat iets wat hier ook speelt en hoe gaan jullie daarmee om? Ja, we hebben natuurlijk net als we dat alle drie de planbureaus hebben, we hebben best een stevig proces van kwaliteitsborging. Dus ik weet niet of dit te technisch is, maar dan weet u dat. We hebben aan de voorkant van ieder onderzoek, wij hebben onze afdeling methodologie, heeft een centrale plek in ons onderzoek, in ons onderzoeksproces. En daar wordt met de onderzoekers gekeken naar wat voor type onderzoek hoort hierbij, welke vragen worden gesteld, welke onzekerheden zijn er. En dat is voor ons wel een heel belangrijke club. En ook in de loop van de jaren steeds meer gepositioneerd in onze organisatie, om eigenlijk niet te zeggen, de onzekerheden zijn per se te groot, we kunnen niks, maar om eigenlijk te zeggen, wacht even, we gaan stap voor stap kijken wat we wel kunnen, wat we wel kunnen zeggen als we zo'n vraagstuk willen doen. Ja. Maar het moet natuurlijk wel verantwoord, maar we hebben daar allerlei veiligheidskleppen voor ingebouwd. Toch zal kennis betwist worden, of niet? Ook in het domein van wijken. Ik stelde Cora ook niet voor niets die vraag, omdat dat natuurlijk ook een eigen ervaring is van, feiten worden soms ook weer betwist of er wordt een ander perspectief tegen aangezet. Dat was zeker in die 2013 geval was dat ook zo, omdat mensen soms ook, kijk, als het gaat om praktijk en beleid, dan loop je natuurlijk vaak er tegenaan dat niet iedereen die daar in de bestuurlijke praktijk mee bezig is, zich daarin herkent. He, dat kan, want ook als je gemiddeld kijkt naar Nederland, geen mens is gemiddeld, dus daar zitten vele verhalen achter. Dat is al een eerste punt, dat je echt in gesprek moet over de kennis, om te kijken, niet zozeer, het klopt niet, maar meer, hoe verhoud jij je tot wat wij hebben gevonden? Dus het vraagt van de onderzoekers een open houding naar de buitenwereld en niet terugtrekken. Dat vind ik denk ik een van de belangrijkste lessen uit de afgelopen jaren. Toch het gesprek aangaan en kijken waar zit de verbinding tussen onze werkelijkheden. Eén, je moet wel van overtuigd zijn dat je goed onderzoek hebt gedaan. Hè? Ja. Dat staat voorop. Dus, ja. En aan die kant van de interactie met het beleid. Hè? Je eerste reactie in 2013 was, ik ben onafhankelijk. Ja. Daar zitten die mensen in die torens. En daar kan ik met Mark nu om lachen. Hè? Dus, maar toen was hij wel echt boos op. Je kunt je overigens wel voorstellen, als je net aangetreden bent, dat je het ook best wel eng vindt. Maar
Overigens ook om erover naar buiten te treden, hè, op dat moment. Zou dat nu niet hebben. Ja, kijk, ik heb... mijn ervaring is dat je altijd... de argumenten centraal moet houden, dat je altijd verbinding moet zoeken. Kijk, oké, als mensen niet willen luisteren, maar dat kom ik eerlijk gezegd in de departementen niet tegen, dat kom ik in de politiek niet tegen. Het kan wel zijn dat mensen er om moverende redenen niks mee willen doen. Dus nou, ik noemde voor de pauze al een voorbeeld. Ik heb nog een ander voorbeeld, het gaat niet over de wijken, maar destijds, dat was ook 2014 geloof ik, bij de introductie van het sociaal leenstelsel, waren wij gevraagd, dat vind ik interessant, dat willen we vaker gaan doen, om een ex-ante evaluatie te doen. Dus om aan de voorkant te kijken welke gedragsimplicaties zouden hier aan de orde zijn. Dus wij gingen met studenten, met ouders, met leerkrachten, met schoolleiders praten, in ronde tafels en nou, goed opgezet onderzoek, gingen wij kijken wat zou er uit kunnen komen bij de sociaal leenstelsel. Ik hoop dat de Tweede Kamer, als ze ook luisteren, het erbij pakt bij de discussies over de afschaffing, want ik denk dat ongeveer de redenen ervoor toen in het rapport stonden. Positief aan die casus was, het toenmalige kabinet en minister hebben wel een pas op de plaats gemaakt. Er was nog een andere evaluatie ook naast onze. En er zijn toen een aantal aanpassingen in de wetgeving gepleegd, waardoor dus kennis en beleid aan de ene kant en besluitvorming aan de andere kant echt dicht bij elkaar kwamen. Wat was bijvoorbeeld een punt? Wij constateerden grotere leenangst bij mbo-leerlingen, waardoor de kans groter was dat die niet door zouden gaan leren. Daar is toen een aanpassing op gepleegd. En dan komt mijn punt van voor de pauze ook voorbij. Wat was de aanpassing? Dat was dat mbo'ers bijvoorbeeld langer de mogelijkheid kregen om af te lossen. Achteraf blijkt dat dat niet allerlei negatieve consequenties voor doorleren heeft voorkomen... En mijn punt voor de pauze was, kijk, je kunt bijsturen, dat kan best positief zijn, maar als eigenlijk het niet tot een herbezinning leidt in een situatie waarin dat wel zou moeten, dan voorkom je uiteindelijk de problemen niet. Maar ik denk dat een ex-ante evaluatie wel zowel de bijsturingselementen als de herbezinningselementen rond een beleidsvraagstuk op tafel kan leggen. En wij hebben daar dus rond het leenstelsel een gemengde ervaring mee. Er zijn daadwerkelijk aanpassingen gepleegd, maar achteraf bezien heeft het ook een aantal implicaties tot gevolg gehad die wij in 2013 ook op tafel hebben gelegd. Wat was nou mijn relatie? Nou, we hebben dat wel gewoon. De minister vond dat toen niet leuk dat het op tafel kwam. Misschien was het zelfs voor ons nog redelijk gemakkelijk dat ook een andere evaluatie met soortgelijke bevindingen kwam, waardoor het nog minder makkelijk was om er omheen te gaan. En uiteindelijk, wat doe je dan? Toch gewoon echt het gesprek aangaan en kijken of je toch ergens mee kan denken van hoe kan het beter? Ja. Dat is toch de houding die je dan moet hebben zonder op de stoel van de politiek te gaan zitten, want dat kwam net ook al voorbij. Ja, het is uiteindelijk aan de politiek. En dat is toen ook gebeurd, want wij hebben toen ook wel aangegeven, misschien moet je iets fundamenteler herbezinnen om een aantal problemen te voorkomen. Ja. Hoe kijk jij naar energiearmoede? Ja. Om de link met het PBL? Ja, ik denk dat ook dat een heel belangrijk thema is. Kijk, ook in dat wijkonderzoek, maar ook later, wij hebben ook in de afgelopen paar jaar een aantal onderzoeken gedaan waarin we bijvoorbeeld mensen bevraagd hebben op hun opvattingen over, nou, ga je nou aan woningverduurzaming doen, ja, nee, wat zijn daar de redenen van? Nou ja, wat je wel ziet is dat mensen die al in een wat minder stevige positie staan op het gebied van werk, inkomen, woning, ja, dat die iets terughoudender zijn, dat die nadenken van ja, wat voor investering moet ik hier doen, wat voor overheid heb ik tegenover me. Dus bijvoorbeeld rond energiearmoede en de koppeling naar de bereidheid van mensen, hè, en de mogelijkheid van mensen om bijvoorbeeld iets aan hun woning te doen of anders te consumeren. Dat is aan de ene kant een inkomens- en financieel vraagstuk, maar dus ook een vraagstuk van, zijn ze bereid daar stappen en kunnen ze dat? Dan is betrouwbare overheid voor. Ik denk zelf dat in het hele energievraagstuk, maar daar moeten jullie die daar meer mee bezig zijn ook maar wat van vinden. Ik denk dat dat de testcase is voor de betrouwbare overheid in de komende periode. In de zin van, steun je mensen die daar misschien wat minder in de portemonnee in hebben, maar wel in een slechtere woning wonen en daar ook gezondheidsklachten van hebben, minder makkelijk kunnen investeren, eerder afwachten of ze wel een stap zetten. Ook al is er een regeling of een subsidieregeling, wanneer je niet weet of het volgende college misschien weer een andere regeling doet of het volgende kabinet er weer van afstapt. Ja, dat zijn zaken die hebben te maken met een betrouwbare overheid. Dus voor mij is het vraagstuk van de energiearmoede. Eén, interdisciplinair. Het gaat vaak over meerdere dingen tegelijk, zoals ook bij die wijken. En twee, het gaat heel erg over een betrouwbare overheid die meerjarig
investeert om energiearmoede te voorkomen, maar ook om dingen als woningverduurzaming te bevorderen. Ja. Ja. Maar dan ben ik meteen weer heel erg dicht op jullie terrein. We komen zo dadelijk bij Hans. En dan een laatste vraag, een blik naar de toekomst. Hoe zie je dat voor dat wijkonderzoek? Wat voor dingen gaan er spelen de komende jaren? Ik denk naar de toekomst, maar daar gaat Hans zo ook wat meer over zeggen, dat de belangrijke verbinding op al deze vraagstukken tussen ons en de andere collega's hier in het pand wel echt het breder kijken naar welvaart is. Want eigenlijk wat ik maar in het klein rond die wijken schetste aan wat wij zien dat daar speelt, ja, dan gaat het om gezonde leefomgeving, dan gaat het om sociale netwerken, dan gaat het om inkomen en werk van mensen. Dus daar gaat het eigenlijk over, kijk, de investering in zo'n wijk is eigenlijk het zoeken naar een win-win op al die dossiers en nadenken over van wat nou als je in het ene nu investeert, mm-hmm. Ik noem maar wat, de gezonde leefomgeving, kan dat dan uiteindelijk op termijn ook iets betekenen voor de sociale cohesie in de wijk. Dat zijn ongelijksoortige grootheden die wel met elkaar in verbinding te brengen zijn. En dat vind ik de grote uitdaging om na te denken over wat moet je nou in wijken doen. Maar het is eigenlijk een bredere uitdaging om breder te kijken naar het leven van mensen. Ja. En wat daarin belangrijk is. Ja. Dankjewel. Hans, ja, feitelijk is het net al genoemd, hè, door Kim, ook de woonproblematiek, wonen. PBL in de buitenwereld, hè, ik bedoel, ik ervaar dat ook in mijn eigen omgeving. Als je dat noemt, dan denken mensen niet meteen aan wonen. Hè. Dan is het toch vaak klimaat, energie, et cetera. Misschien is het een goed moment om even te vertellen. Wat doet het PBL op het gebied van wonen? Hoho. Nou ja, heb je in het kort. Wat doet het PBL? En dan gaan we door op. Dat klopt. Wanneer het gaat over hoe het PBL in het nieuws komt, ja. In de redelijke zin, dan is het de afgelopen jaren vooral geweest natuurlijk met fysieke vraagstukken, met de grote transformatievraagstukken. En dat heeft alles te maken met dat die vraagstukken zich aandienen. Ja. Maar iedereen weet dat, hè? Of niet, want dan vertel ik het nu. PBL is ontstaan aan de fusie in 2008 van het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau. Dus we hebben natuurlijk ook een hele grote groep mensen in huis die zich bezighoudt met ruimtelijke vraagstukken en volkshuisvesting en mobiliteitsvraagstukken, dus wonenvraagstukken. Het wonenvraagstuk is eigenlijk een klassiek vraagstuk in het dossier van het PBL. Maar, weet je, doordat die andere vraagstukken zich zo op de voorgrond drongen en we eigenlijk een tijdje hebben gehad. Korte tijd, hè? Heel korte tijd gehad, maar het is altijd leuk om dat weer eventjes naar boven te halen. Dat we een minister hadden die zei, woonvraagstuk is opgelost. Hmm. Geen probleem meer. Waar de Vinex was aangelegd en zo, dat was niet echt een ernstig woningtekort en zo. Dus er is een kort moment geweest, het is opgelost. Nu niet meer, hè? Vonden jullie dat dan ook? Sorry? Dat is wel interessant. Vond je dat zelf ook, dat het probleem was opgelost? Ik was er toen nog niet. Oh, andere oorlog. Dus nee, maar kijk, wat hier natuurlijk achter steekt, is dat er in de loop van de tijd, dat was post-Vinex, hè? Ja. En in de Vinex-periode hebben we enorme dosis woningen, zeg maar even, aan Nederland toegevoegd. En we dachten even dat we klaar waren. Maar denk ik dat wat we minder in de vingers hebben gehad, is dat er onderliggende aantal structurele ontwikkelingen waren. Die alles te maken had met demografische ontwikkelingen, met migratie, maar ook met huishoudensverdunning. Wij leven steeds meer op grotere voet in Nederland. Per persoon hebben wij steeds meer vierkante meters nodig met elkaar. En ook steeds meer spullen. Die slepen we met ons mee, die moeten opslaan, zolder, weet ik allemaal. Dus we hebben steeds meer woonruimte met elkaar in beslag. Dus om even terug te komen op je vraag, het woonvraagstuk. Als je kijkt naar wat is op dit moment onderwerp van gesprek in de formatie. Nou, dan zijn er drie vraagstukken die denk ik daarin prominent aanwezig zijn. Dat is natuurlijk klimaat en energie als samenhangend vraagstuk. Stikstof, daar kunnen we ook dus meteen nog wat over hebben. Wat is precies het stikstofvraagstuk? En natuurlijk het wonenvraagstuk. Ja. Groot woningtekort, wat discussie over wat het precies is. Op dit moment 300.000. Is discussie over naar de toekomst toe. Wat wordt dat nou? 700.000, 1 miljoen, 1,2 miljoen. Onzekerheid dus. Maar het woningvraagstuk was wel een prominent onderdeel van ook de verkiezingsprogramma's. Planbureaus, hè, wij kijken naar die verkiezingsprogramma's, omdat wij ook zeg maar even het publieke debat willen informeren over wat is nou de robuustheid van al die beloftes die in die programma's worden gemaakt.
Dus wij rekenen ook de verkiezingsprogramma's door. En dat doen we eigenlijk klassiek met inderdaad met onze modellen. Dus dan zijn we modelmatig bezig om te kijken van wat gaat dit betekenen, what if, hè? Wat als we dit nou gaan doen, wat levert het op? Alleen bij het wonenvraagstuk bleek dat dus problematisch te zijn. Omdat, ja, dat is niet echt een woonmodel. Er zijn een aantal woonmodellen, die bestaan wel. Maar die vonden we niet adequaat voor de complexiteit waar we nu in zitten. Want dat wonenvraagstuk is enorm complex. Dat gaat niet alleen maar over geld. Dat gaat ook over bouwcapaciteit. Dat gaat ook over de bouwmarkt, hoe die in elkaar steekt. De handjes die er voldoende zijn, ja of nee. Het gaat ook over vergunningenstelsels. Het gaat ook, dus een heel complex vraagstuk. En die complexiteit hebben wij niet kant-en-klaar in modellen uitgedrukt. Dus wat doe je dan? Nou, dan kun je zeggen, nou, dan doen we het niet. Dus ja, sorry, wij kunnen daar niks over zeggen. Nou, ja, dat is een beetje een aanbod uit armoede, vind ik. Want we kunnen er natuurlijk wel iets over zeggen, want we hebben ontzettend veel deskundigheid in huis. Dus hebben we daar een kwalitatieve studie van gemaakt. En het was de eerste keer in al die jaren dat wij bezig zijn met het doorrekenen van de verkiezingsprogramma's, dat we een kwalitatieve studie hebben gedaan op dat woningvraagstuk en op de verkiezingsprogramma's die daarover bestonden. En dat had ook intern, mag ik best wel zeggen, behoorlijk wat voeten in de aarde. Want jeetje, wat impliceert dat nou voor de karakteristiek en de identiteit van die doorrekening? We noemen het niet voor niks doorrekening. Nou ja, dus tegelijkertijd constateerden wij ook, ja, maar dat is een beetje alsof je hamer zoekt spijker, hè? En als de hamer geen spijker kan vinden, dan hebben we niks aan die hamer of zoiets dergelijks. Dus wat je moet doen is natuurlijk, ja, maar wat is nou de aard van het vraagstuk? Kunnen we daar toch niet onze expertise op loslaten? Hebben we uiteindelijk gedaan. Met veel plezier, mag ik zeggen. Want dat heeft er wel toe geleid dat inderdaad allerlei al te gemakkelijke, eendimensionale oplossingen toch een beetje ter discussie zijn gesteld. Een minister van Wonen gaat het niet oplossen. Alleen maar subsidiestromen daarin gezet, gaat het ook niet oplossen. Het is voor een deel een financieel vraagstuk, er moet ook iets aan de hypotheek aan te doen. Dus kortom, het is een samengesteld vraagstuk. En de samenstelling van het vraagstuk heeft zich volgens mij via die kwalitatieve analyse op een goede manier duidelijk gemaakt. En dat betekent dus, als je dat even doortrekt, hè, naar het bredere soort van profiel van de planbureaus. Er is een zekere politicus die natuurlijk zegt over Den Haag, weet je, is gevangen in de modellen werkelijkheid enzovoorts. Ik zeg dan altijd maar, dat ligt niet aan onze modellen. Want die modellen, die kunnen daar ook niks aan doen, die arme modellen. Het ligt aan de manier waarop die modellen worden toegepast. Je kunt natuurlijk ook aan die modellen de onzekerheid naar boven halen en de ruimte voor de politiek om daar een beslissing in te nemen. Maar, hoe dan ook, we zijn nu inderdaad in staat om, zeg maar, onze kennispalet breder te trekken en te zeggen, jongens, wat is nou hier het vraagstuk? Waar leent dat vraagstuk zich toe in termen van methodieken die we in huis hebben? Kan dat inderdaad modelmatig worden opgepakt? Moet dat meer kwalitatief worden opgepakt? En kwalitatief betekent ook niet altijd dat je gesprekken voert met mensen. Kwalitatief kan ook betekenen dat je een institutionele analyse maakt. Van hoe zitten nou het institutionele mechanismen in elkaar en hoe koppelen die aan elkaar? En dan ontdek je dat in het woningvraagstuk ook ontzettend ingewikkelde koppelingsvraagstukken zitten. Enerzijds is er natuurlijk een Kamer die wil dat er een nationaal regie op wordt gevoerd. En anderzijds weet je gewoon dat systemen zoals we ze ingericht hebben vooral decentraal zijn. Want dat is ook goed, want decentraal kun je het beste inschatten wat de regionale woningmarkt is, wat daar de dynamiek is en hoe je dat ruimtelijk gaat oplossen. Je moet niet in Den Haag willen beslissen over waar in Tietjeckstra deel of ergens anders een woonwijk moet worden neergelegd. Dat gaat gewoon niet. Nee. Dus je hebt ook te maken met die hele complexe nationale decentrale vraagstukken. En die kwalitatieve benadering die is daar heel zinvol voor. En het is niet beperkt tot dat vraagstuk van wonen, want ik wil hem even breder trekken. Misschien toch één vraag daarvoor, okay. Hans. Heeft dat bruikbare kennis opgeleverd in jouw perspectief voor de beleidsmakers? Ik zeg net dat de beleidsmakers daardoor ervan doordrongen zijn dat het geen eendimensionaal vraagstuk is. Okay. Dat heb je teruggekregen? Ja. Ik weet niet wat er nu nog in de formatieonderhandeling plaatsvindt en zo. We zijn heel benieuwd wat eruit komt. Maar er is geen silver bullet. Dat hebben we duidelijk gemaakt. En we hebben ook duidelijk gemaakt
wat de touwtjes zijn waaraan je zou kunnen gaan trekken in samenhang om dat vraagstuk samenhangend op te pakken. En we hebben ook duidelijk gemaakt dat het niet iets is wat zich binnen 2-3 jaar gaat oplossen. Dat het een langdurig traject is enzovoort. Ja. En je begon te zeggen, het is ook breder. Ja, ik wilde ook zeggen dat het niet alleen maar op het wonen zit. Hè. Die institutionele analyse, die hebben we ook breder losgelaten. Ik bedoel, twee dingen wil ik erover zeggen, als ik even mag. Ja. Dus enerzijds, het feit dat we ons kennispalet aan het verbreden zijn, wil niet zeggen dat die modellenbenadering van minder waarde is geworden. Ik bedoel, even heel nadrukkelijk. Hè? Mm-hmm. Parijs was er niet geweest als er niet mondiaal klimaatwetenschappers waren die heel robuust zijn bezig geweest met mondiale klimaatmodellen. Daar moeten we wel even mee rekening houden. Hè? Dat was nooit kwalitatieve bottom-up tot stand gekomen. Dus modellen zijn heel nodig. Modellen zijn nodig om beleid te disciplineren. Modellen zijn nodig om complexe werkelijkheden te doorgronden. Dat even geparkeerd hebbende. Tegelijkertijd zijn er andere vraagstukken die je niet modelmatig kunt aanvliegen. Maar die vragen om andere type analyses. Woningbeleid hebben we het over gehad. Ander vraagstuk, stikstof. Wij zijn met een aantal institutionele analyses al 2 jaar lang bezig geweest om het stikstofvraagstuk te ontrafelen. Wat is daar nu precies het vraagstuk? En dan kom je tot de ontdekking dat het natuurlijk niet gaat om stikstof als zodanig, maar dat het natuurlijk gaat om het natuurvraagstuk. Het gaat om natuurkwaliteit. Maar hoe zijn we dan in die stikstof beland? Nou, dat heeft te maken met de manier waarop in de loop van de tijd het kennis-beleid interface zijn gaan inrichten. We wilden robuuste kennis hebben, dat werd stikstof, want die kon vergelijkbaar worden gemaakt. Die zei ook iets over natuurkwaliteit. En daar kon je op sturen. Nou, en dat heeft zich vastgezet in een institutioneel beleidspad. Dat is uitgekomen waar we nu zitten. Mm. En we hadden onze institutionele analyse nodig om dat te ontrafelen en zichtbaar te maken. Ja, maar hoe zijn we hier terechtgekomen? En kunnen we het weer terug? Want hiermee zetten we ons vast. Op een zodanige manier dat gewoon ook, ja, regionaal gesproken, landbouw geen kant meer op kan en natuur geen kant meer op kan. Ja. Dus ook daar is die institutionele analyse, heeft ons geholpen om het vraagstuk in de volle breedte te doorgronden en weer nieuwe handelingsperspectieven aan te boren. Ja. Ik hoor jullie 2 dingen zeggen als het gaat om onderzoek naar complexe problematieken. Aan de ene kant methodologische uitbreiding van je repertoire, ja. Niet per se vernieuwing, maar uitbreiding van het repertoire, misschien ook wel vernieuwing. Het tweede is toch ook die interactie met het beleid die, ja, veranderd is. Je zit er dichter op, ja, maar dat is het ideaal, rolvast en onafhankelijk. Ja. Dat hoor ik jullie zeggen. Het is misschien goed om even, ik kom zo dadelijk ook bij jullie hoor, om even bij het publiek te toetsen of er vragen zijn op dit moment aan beide directeuren van de 2 planbureaus. Ja, daar is een vraag. Is er een microfoon? Ah ja, Eva, dank je. Moet je hem naar de andere kant lopen. Goed voor de conditie. Ik heb niet zo'n hele, maar als het gaat om definiëren wat je wil. Oh. De natuur, dat deed van ze horen. Maar. Nee, maar in hoeverre spelen dingen als brede welvaartsdefinities en de monitor daarop richtinggevend? Want dat is natuurlijk, je hebt het over natuur. Ja. En ik zit ook in een commissie modernisering wet natuurbeleid. En dan zit, ja, waar moet de wet naartoe leiden? Hè? Dan zoeken we ergens houvast. Vandaar, dat is mijn vraag. Ja, ja, nee, dit is een thema wat hier op tafel ligt als reserve, zometeen om te bespreken. Dus het gaat even over of dit past in de dynamiek van het gesprek, zou ik maar zeggen. Past. Maar inderdaad, hè, wanneer het gaat over integraliteit, hè, je hebt integraliteit op, zeg maar even, meer sectorale niveaus. Hè, dan gaat het over, nou ja, weet je, wanneer we CO2-emissies aanpakken, is het handig om na te denken of dat ook iets met stikstof kan doen, of met fijnstof. Hè. Dat is integratie op een lager schaalniveau, op een kleiner dossier. Maar die integratie speelt natuurlijk op hogere schaalniveaus. Hè. We hebben het al over energiearmoede gehad. Klimaatrechtvaardigheid is er zo een. Hè. Klimaatrechtvaardigheid die je niet alleen op kleine schaal kunt denken in de wijk of op nationale schaal, wanneer het gaat over regio's. Maar nu in Glasgow ook mondiaal natuurlijk. Hè. Ik bedoel, wij hier in het Westen hebben natuurlijk onze CO2-budget natuurlijk al in hoge mate gewoon gebruikt
De andere kanten van de wereld zijn nog niet aan het begin daarvan. Want wij hebben al even verbruikt, dus er ligt ook een soort van schuld over en weer om daarmee rekening te houden. En dat raakt aan zo'n thema als brede welvaart. Dat raakt aan hoe sociaal, economisch en fysiek inderdaad met elkaar interacteren. En wij zijn voor de laatste verkiezingen uitgenodigd met z'n tweeën. Voor het eerst. Om ook deelgenoot te worden van de studiegroep Begrotingsruimte. Ja. Dat is een... Ik dacht, heb ik daar verstand van? Maar dat is cruciaal. Vertel ja. Me, ja. Nee, het werd per keer leuker dan toen we daar zaten. Naar aanleiding van de motie in de Tweede Kamer. Want we moeten de Tweede Kamer inderdaad toeschrijven wat des Tweede Kamers is. Er was een motie in de Tweede Kamer die zei... Nou, maar zou het geen goede zaak zijn om in die studiegroepen Groningsruimte... die normaal aan de vooravond van de verkiezingen een soort van kader meegeeft aan een nieuw te vormen kabinet over de financiële economische condities. Daar zit onze collega van het Centraal Planbureau in, daar zit de president van de Nederlandse Bank zit erin. Zou het niet goed zijn als in die club, die topambtelijke club, ook de sociale kennis en de fysieke kennis aanwezig is om daar integraal... Nou, wij zijn dus na enige discussie, hè, want handvoorwaarden gesteld, onafhankelijkheid en dat soort zaken meer, zijn we toegetreden tot die discussie. Met als gevolg dat brede welvaart nu is meegenomen in het advies van de studiegroep Begrotingsruimte. Ja. En dat wij ook inderdaad met de drie planbureaus gezamenlijk de komende 4-5 jaar gaan nadenken over hoe wij brede welvaart een stevige positie kunnen geven in de begrotingssystematiek. Waarbij ik zou zeggen voor de politiek, dus veel interessanter dan met de minister van Financiën van gedachten te wisselen over een paar miljoen hier en daar. Het zou moeten zijn wat de nieuwe principes voor het verdelen van het geld worden. Ja. Want dat is wat de studiegroep Begrotingsruimte heeft geadviseerd. Ja. Ik onderbrak je, sorry. Maar ik denk wel dat, want een mooie zeg maar, koppeling naar het verhaal wat jij vertelde, dat om dat denken te veranderen en ook daar het handelen op te gaan richten, heb je wel een institutionele gamechanger als deze nodig. Want ik moest even denken anekdotisch. Ik heb een tijd terug een keer in een stuk geschreven over van nou, we zouden eigenlijk de begrotingen op zijn kop moeten gooien. Hè? Dat is al een paar jaar geleden. We zouden eigenlijk meer die maatschappelijke vraagstukken. En het eerste wat er dan gebeurt, je krijgt heel veel herkenning van bestuurders en uit de praktijk. En van ja, laten we nadenken over hoe het geld anders moet verdelen. Behalve van heel veel van de instanties hier. Ja, nee, maar dat kan niet, want een begroting is een wet en dat moet langs de Raad van State en de Algemene Rekenkamer moet erop controleren. Dat was voor mij wel een eye-opener. En nou ja, we hopen eigenlijk dat dit kan bijdragen aan een andere manier ook van het kijken naar begrotingen. Ja. Dat gezegd, dan mag ik een bruggetje maken, want brede welvaart, hè, als je niet uitkijkt, wordt het een duizend dingen doekje. Dus het is wel zaak dat we dat perspectief van brede welvaart doorvertalen naar echt, zeg maar even, beleidskeuzes die moeten worden gemaakt. En wat dat betreft ben ik wel nieuwsgierig naar de beleidskant. Op wanneer het gaat over brede welvaart. Hè. Hoe kan dat nuttig worden gemaakt voor beleidsbeslissingen? En in hoeverre inderdaad kom je voorbij de status van een duizend dingen doekje met brede welvaart? Ja. Maar goed, je hebt je eigen agenda. Ja, ik heb mijn eigen agenda. Maar, dan gaan wij hen weer vragen stellen. Maar dank je wel voor het slim, Hans. Het was sowieso de bedoeling om die kant te kijken. Want ik wou vragen om wat reflecties van jullie kant. Maar daar mag best iets over brede welvaart in voorkomen. Nou, de reflectie die ik in mijn hoofd had, sluit heel goed aan bij je vraag, Hans. Dus het is niet ontregelend wat je doet. Ik vind het... wat het mooie is, dat bij ons in Provinciale Staten een motie is aangenomen... over het feit dat er een motie is aangenomen in Den Haag... dat er 100.000 woningen in Flevoland gebouwd kunnen worden. Wij hebben natuurlijk ruimte, rust, we hebben verbindingen. Dus er wordt met enige gretigheid naar de provincie gekeken. Vandaar is nog ruimte. Mm-hmm. Maar bij ons is er ook schaarste. Ik bedoel, als wij alle plannen, bossenstrategie, energietransitie, woningbouw, als we dat allemaal opplannen, dan al het bos komt dan in het Markermeer terecht. Daar hebben we mooie kaartjes van gemaakt. Dus we moeten ook keuzes gaan maken. En tegelijkertijd hebben wij gezegd, Provinciale Staten hebben daar ook echt een politieke uitspraak over gedaan. Als wij huizen gaan bouwen, moeten we geen stenen stapelen. Wij gaan een samenleving ontwikkelen, een samenleving bouwen. En ze hebben gevraagd aan ons om te kijken, als we dat gaan ontwikkelen samen met de gemeente, het waterschap en het Rijk, of we daar naar de brede welvaartsindicatoren en de social development goals kunnen kijken als uitgangspunt voor het maken van die schaalsprong in de samenleving. En wat heel mooi is, dat je dan daar gedwongen wordt om veel breder te kijken dan alleen maar woningen. Vaak is het van, oké, woningen, dan moet er nog wel een verbinding bij zijn. En het moet in de vergunning passen.
Maar nee, het gaat echt om een veel bredere, en daarom vind ik dat onderzoek naar die wijken zo mooi. In Lelystad, daar wordt vaak heel lacherig over gedaan. Het is een prachtige stad, heel veel groen in de natuur. In de provincie sowieso heel veel ondernemende kwaliteiten. Maar de sociale cohesie is erg laag. Op Urk, daar is veel onrust, hè, dat staat vaak in de krant. De onderzoek laatst, eenzaamheid op Urk is een al laagst. Ik weet niet, weet je dat je hoofd, Kim? Weet het niet uit, man. Echt heel laag. Een hechte dus die sociale cohesie is daar heel groot. Ja. Dus als je gaat bouwen in de provincie, op Urk is fysiek ook niet zoveel ruimte, maar als je gaat bouwen in de provincie, dan zeggen wij, wij willen wel als regio daar vooraan zitten. We willen samen met het Rijk gaan ontwikkelen en we willen samen met het Rijk ook integraal gaan kijken. En ik wil eigenlijk bij de heer Kim en Hans uitnodigen. Kunnen jullie meekijken met onze rijke regio, onze Flevo deal, zoals we het in werktermen noemen, meekijken over hoe wij Rijk, gemeente, provincie, waterschap samen ook die aspecten mee kunnen nemen. Want ik maak me daar wel zorgen om, dat op een gegeven moment als het sneller moet en er is onrust en de politici hebben beloftes gedaan, hè, want daar zit dan betrouwbare overheid en wij doen beloftes waarvan jullie al berekenen, niet haalbaar. Dan ga je het maar haalbaar maken door stappen over te slaan, door dingen te vergeten. Dus ik heb daar veel zorgen, wij sowieso hebben daar wel zorgen over. Gaat het niet te snel, gaat het niet te hoog over, vergeten we niet dingen. En nou ja, wij als regio zeggen ook, we moeten niet in een ouderwetse onderhandeling komen, maar we willen wel randvoorwaarden stellen. We gaan alleen ontwikkelen als het een totaalpakket is en er een echt een mooie, groene, duurzame, sociale ontwikkeling is met alle voorzieningen die erbij horen. Ja. Dus niet stenen op elkaar leggen, nee toetsen aan brede welvaart. Ja. Dat is helder. Zien we? Ja, dat ga ik niet herhalen. Nee. Maar het is natuurlijk wel zo, je ziet het bij afwegen. Ik doe twee dingen die hier aan raken. En die deels aan ABD, topconsult mijn functie. Maar ik ben ook toezichthouder bij een woningbouwcorporatie. Ja. Die overigens ook in Dordrecht heel veel woningen heeft. In wijken waar het best ingewikkeld is. Waar het dan ook bijvoorbeeld heel erg ingewikkeld is om de transformatie te maken. Want hoewel je dan in de tijd van dezelfde minister wonen is geen probleem, was het ook woningcorporaties zijn wel een probleem. Dus die zijn eigenlijk alle kantjes, de handjes eraf gehakt. Terwijl natuurlijk een integrale aanpak in een wijk, niet alleen stenen stapelen of veranderen, maar ook kijken hoe dat kan combineren met groen of met sociale voorzieningen en met participatie en met allerlei andere dingen. Dat is echt wel een heel erg ingewikkelde opgave. En ook met diversiteit in een wijk. Dus dat helpt op twee manieren. En dan reageer ik op wat Kim, zo'n ex-ante onderzoek. Ik ben er altijd een heel groot voorstander van geweest. Want in het spanningsveld tussen beleid en politiek. Ik heb het bij anders betalen voor mobiliteit, hè, kilometer beprijzen. Dat is dan een adagium dat ergens in een regeerakkoord staat. En dan bij de uitwerking in het instrumentarium kan het ontzettend helpen om keer op keer dat door te rekenen, laten zien wat de effecten daarvan zijn, wat welk instrument doet, om in ieder geval, dat vind ik dan als beleidsmaker, professioneel, het beste advies te kunnen geven. Het is weer aan de politiek om de afweging te maken, wil ik een goed of een minder goed of een helemaal niet goed alternatief kiezen, mag allemaal, dat is de parlementaire democratie, maar alle kennis op orde. En we hadden het even. Terwijl we hier naartoe leven, ik was altijd een heel verklaard voorstander en over kennis aan tafel. En dat kan ik Hans nu niet aanrekenen, maar zijn voorganger dat, en het PBL vond dat allemaal maar niks. En ik zeg, Arjen, toen zat hier net, Kim zat kennis aan tafel. Dat ging namelijk, onafhankelijkheid was een probleem, maar tegelijkertijd, dan maak je, als je het niet doet, hè, maak je eerst beleid. En daarna wordt uitgelegd vanuit de kenniswereld dat het fout beleid is. Je moet wel gewoon rolvast zijn. En dus dat type ontwikkelingen, zo'n institutionele benadering. Maar het zou ook wel weer helpen om dat weer in de modellen te kunnen vertalen. Want niks is zo sterk, ook of het nou een breed of een eng welvaartsbegrip, om het te kwantificeren, te monetariseren. Dat zelf helpt echt aan een betere beleidsontwikkeling. Of het nu gaat in Den Haag of in Dordrecht, waar ik dan afgelopen vrijdag al die wijken heb gezocht. En ziet wat dat doet met mensen. Reacties terug? Kim?
Ja, op het punt van Cora. Het is sowieso onze ambitie. Om dus, want in de pauze hadden we daar ook met een paar mensen even gesprek over. Om, ik denk dat we daar juist een voorbeeld in het PBL hebben waar al veel meer aan de regionale component en nou, de betekenis voor het lokale een historie is. En wij zijn er erg mee bezig, omdat natuurlijk op het terrein van het SCP ook heel veel verantwoordelijkheden lokaal, ook zeg maar in termen van bestuurlijke verantwoordelijkheden lokaal geworden zijn. Dus onze ambitie is ook om die kennisdeling naar het lokale veel meer te doen. Dus dat meekijken, dat is prima. Ik zie daar wel een hele belangrijke uitdaging. En Hans noemde dat voor de pauze volgens mij van ja, je moet kijken wat je wel kunt doen. Kijk, op dit moment weten we vooral veel van heel veel indicatoren, laat ik maar zeggen, het plaatje. En van het ene indicator weten we wat meer dan van het andere, hoe het met Nederland gaat en langzaam maar zeker door de tijd heen een beetje. Maar wat nu precies toe te rekenen is aan beleidsinterventies, dat is wel vers 2. He, dus dat is ook steeds onze discussie met het CBS natuurlijk. Planbureaus doen wel echt iets anders dan de foto die het CBS maakt. En bovendien kun je natuurlijk ook nog altijd, en dat hoort ook in een wetenschappelijk discours, discussiëren over de indicatoren die wel en die ook niet gebruikt worden. Dus daar waarmee ik wil zeggen, er ligt ook aan onze kant nog best wel een uitdaging om die stap goed en goed onderbouwd te zeggen, om tegen jullie te kunnen zeggen van nou, dat is nou de goede koers. Maar, en dan kom ik, volgens mij zei jij dat eerder, ja, dat wil niet zeggen dat we niks kunnen. Dus volgens mij is dat de uitdaging op het gebied van brede welvaart de komende tijd. Dat we de kennis die we hebben delen, daar de dialoog over aangaan, maar ook aangeven waar onze grenzen liggen of we daar een uitspraak aan. Want ik kan me wel indenken dat met verkiezingen naderend, dat politici proberen om zo scherp mogelijk van nou ja, want het is fijn om ook lokaal te kunnen zeggen dat 3 planbureaus je plannen ondersteunen. En dat zal in veel gevallen misschien best lastig worden. Maar jullie hebben daar volgens mij iets meer ervaring mee. Iets meer, maar dat raakt natuurlijk aan een, nou ja, aan een institutioneel vraagstuk. Dat gaat over de kennisinfrastructuur. Wij zijn best groot. Er zitten ongeveer 240 FTE bij het PBL. Maar wij kunnen natuurlijk niet alle provincies en gemeentes gaan faciliteren. Dat gaat niet. Dan moet je een soort van superinstituut bouwen. En dat willen we eigenlijk niet, want En het vraagstuk waar we hier op raken is natuurlijk dat in de loop van de jaren die regionale kennisinfrastructuur behoorlijk dun is geworden. Dus enerzijds zijn we die regionale kennisinfrastructuur gaan verdunnen. We hadden ook allerlei uitvoeringsrelaties vanuit Den Haag richting de regio's. Maar die zijn we ook wat dunner gaan maken, af gaan breken, wat waren die meer nodig en zo. Maar het aantal vraagstukken waarmee regio's geconfronteerd worden neemt toe. Dus daar heb je een paradox. Dus enerzijds ben je de kennis dunner aan het maken, anderzijds neemt het aantal vraagstukken neemt toe. En dat gaat zichzelf wreken. Dat is in de sociale agenda, ja. Heeft zich dat al gewroken. Want iedereen dacht even, nou dat gaan pakken, de jeugdzorg pakken we even op. We hebben ons daarover tilt, ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. En dat hebben we ook gedaan in de eerste fase van het CO2-vraagstuk. Al die gemeentes die verklaarden, nou, wij zijn in 10 jaar zijn wij CO2-vrij. Nou, dan gingen ze verkiezingen in en zo. Dat kan helemaal niet. Dus je hebt gewoon, als je het vraagstuk decentraliseert, ook de verplichting met z'n allen om na te denken over de kennisinfrastructuur. Wij kunnen niet al die provincies en gemeentes af om mee te kijken. Dat gaat niet. Maar we zouden een kennisinfrastructuur met elkaar moeten opbouwen, ja. Waarin we wel op de een of andere manier onze kennis dienstbaar kunnen maken aan een kennisinfrastructuur op een lager schaalniveau, dat dan oppakt en dat ook weer terug kan koppelen naar ons toe. Dus wij zitten in het Veluweberaad met z'n tweeën. Ik vanuit de kenniskant, jij vanuit de bestuurlijke kant, waarin we met elkaar aan het doordenken zijn van ja, die circulaire economie. Dat is niet alleen een nationaal vraagstuk, maar ook een regionaal vraagstuk. Maar ja, wat voor kennis heb je nou regionaal nodig om dienstbaar te kunnen zijn aan dat. Dus we zijn eigenlijk met elkaar, centraal, decentraal, die infrastructuur aan het uitdokteren nu. En dat vind ik een hele mooie manier van werken. Want dan doe je het stap voor stap, ben je met elkaar een vraagstuk om aan het pakken en het kijken welke kennisinfrastructuur hoort erbij. Ik ben wat minder van structuurtjes bouwen. Ik ben wat meer van, zeg maar even, vraagstukgericht aanpakken van dit soort zaken. En op dezelfde manier zijn we met de regionale energiestrategieën bezig, hè, met de RESSen. Dat is ook zo'n zoektocht met elkaar, van hoe bouwen we dat met elkaar op. Zo gaan we ook aan de slag met de industrieclusters, hè, om ook daar het vraagstuk op te pakken. En zo ben je gewoon
aan de hand van dat vraagstuk aan het kijken van ja, hoe kun je dat nou met elkaar oppakken en wat is een zinvolle infrastructuur daarvoor. Ja. En dan mag ik even, kennis aan tafel, hè? Ja, ja nee, die wou ik inderdaad ook noemen. Nou ja, dan, Nee, maar kennis is een goed punt. Hè? Bij ons is op dit moment met het PBL kennis aan tafel een gevleugeld woord. Ja. Het is een concept geworden, kennis aan tafel. We hebben het wel moeten ombouwen met eigenstandige protocollen. Want daar speelt bij uitstek natuurlijk de onafhankelijkheid. Helemaal mee eens. Ja, dus enerzijds zit je aan tafel om zeg maar even de kennis die je op de plank hebt liggen aan te reiken aan beleidsmakers. Om te zeggen, jongen, denk hier aan, denk daar aan enzovoorts. Anderzijds moet duidelijk zijn dat ook als je aan tafel zit, uiteindelijk wij wel ook nog een monitoringfunctie hebben. En dat het best zo kan zijn dat we op het eind nog kritisch kunnen zijn over het proces waar we zelf ook bij gezeten hebben. Dus die onafhankelijkheid moet wel gegarandeerd zijn op een goede manier in je eigen rol en positie te blijven. Maar dat is ook natuurlijk, en dat raakt ook aan wat Kim, hij had ooit al blijkbaar een boos telefoontje van Mark. Betrokken. En Mark ook goed, daar kan ik iets bij voorstellen. Maar waar het in essentie natuurlijk gaat, dat je van tevoren heel goed doordenkt wat je rol is, wat je verantwoordelijkheid is. Ja. En linksom of rechtsom vind ik altijd een mooi menselijk karaktertrek, ook tussen kennis en beleid. Je verrast elkaar niet via manieren die je elkaar thuis ook niet doet. Ja. En dat helpt ontzettend. Ja. 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 Goed, ik wil nu even naar de chat. Ja. Er zijn twee vragen hebben te maken met wellicht feiten die op een of andere manier onder tafel verdwijnen of in bureaulaas of we richten monitoring zo in dat de problemen niet echt besproken worden. Hoe gaan jullie, we daar mee om? Heel kort even een rondje. Kim? In ieder geval zo goed mogelijk alle uitkomsten van onderzoek integraal delen op de plekken waar dat nodig is. Kijk, uiteindelijk ga je er niet over wat ambtenaren en politici ermee doen. Andere ambtenaren. Andere ambtenaren. Ja, even voel ik me nooit. In positieve zin. Het maakt uit. Laat ik het zo zeggen, het maakt uit. Dus op het moment dat je ziet dat onderzoeksresultaten op een verkeerde manier geïnterpreteerd worden, omdat ze uit context worden, ja, dan moet je iets doen in mijn beleving. Hè. Dus dan begint het bij het. Het maakt ook uit waar het gebeurt. Dus als dat in een beleidsstuk of in een kamerbrief, dan weet je waar je moet zijn. Als dat in de media gebeurt, vind ik het weer iets anders. En dan tast je af van nou, is het nodig om het hier te doen. Maar ik vind wel, als echt onderzoek of het ter discussie komt of verkeerd geïnterpreteerd of uit context, dat is iets anders dan wat ik maar noem. Er wordt ook selectief in geshopt. Hè. Dat is natuurlijk wel een favoriete bezigheid in de politieke arena. Ja, daar kan je natuurlijk niet altijd iets aan doen. Dus dat vind ik soms wel lastig. En daar waar ik kan, probeer ik gewoon de volledigheid van ons onderzoek goed neer te zetten. Ja. Maar ergens stopt daar ook je verantwoordelijkheid, volgens mij. Ja, ja. Dankjewel. Hans? Ja, inderdaad, hetzelfde. Dus enerzijds, zeg maar even, niet schromen om de waarheid te zeggen. Maar waarheid kent natuurlijk verschillende kanten. Dus het gaat ook om dat je die verschillende kanten van die waarheid laat zien. Waarom is het feit wat ik aandraag het feit? Maar op een gegeven moment houdt het op. Dan is het niet meer onze verantwoordelijkheid. Ik wil niet om het een of het ander, maar wij hebben gewaarschuwd voor die stikstofcrisis al in een heel vroeg stadium. Ja, dan kun je blijven zeggen, jongens, je komt jezelf tegen op een bepaald moment, maar op een gegeven moment houdt het op en dan heeft de politiek zijn eigen verantwoordelijkheid. En dan is het uit onze handen, om het zo eens te zeggen. Dat vind ik wel interessant, Hans, want je ziet dus, en dat is bij jullie stikstof, dat is bij ons, wij rapporteren al jaren over de maatschappelijke scheidslijn in de samenleving, over wat dat met polarisatie en met vertrouwen in de instituties doet. En na verloop van tijd worden ze meer feit. Maar ze zijn er al heel lang. En dat heeft dus ook iets te maken met hoe politiek en maatschappelijk de feiten ervaren worden. En dat heb ik nu letterlijk heel erg deze week in alle discussies, of dat nu in het kabinet is of elders is, waarin we vragen krijgen over de sociale wrijving. En waarin mensen me bijna niet meer geloven dat er eigenlijk best veel stabiliteit is. Want we zien dit al heel erg lang. Ja. En natuurlijk zijn er dingen die we nu zien die we 2 jaar geleden niet zagen. Dat wil ik niet wegpoetsen. Maar het is er al veel langer. Dus dat vind ik soms wel een dilemma. En moet je zelf even oppassen om niet iedere keer te gaan zeggen, dat heb ik al gezegd. Ja. Maar ik zie dat dan als een kans.
kans om bijvoorbeeld letterlijk de opgebouwde inzichten van de afgelopen jaar en te laten zien wat de langjarige trend daarin is. Want dan, het geeft ook weer een kans als een feit later, ik noem dat maar, een feit wordt soms later net wat meer feit dan men dacht dat het was. Ja. Ja. Is dat ook jullie ervaring? Zien jullie dit gebeuren? Omgang met onwelkome feiten in, laten we het op de politieke ja. richten dan, hè? Nou, niet op bestuur, hè? Dat is wat lastiger waar je jezelf in zit. Maar. Nou, ik denk, in navolging van Kim, ook, wil ik me ook wel kwetsbaar opstellen. Dat is natuurlijk voor politici heel lastig om met de ongemakkelijke waarheid om te gaan. Ik denk dat het voor politici heel veel moed en zelfvertrouwen, maar ook goed contact met de omgeving vraagt om te zeggen. Want vaak wordt er ook naar een schuldige gewezen. Want er is dit aan de hand en het is de schuld van de politiek. Je wordt meteen ook in een beklaagde hoekje gezet als je bestuurder bent. En dan is de neiging om te denken, als het niet in de media komt, dan bestaat het even niet. Dus dan draai ik er maar omheen. Dat kan verleidelijk zijn. En je wordt er niet voor beloond altijd als je zegt, nou, ik heb hier een rapport, daar zitten stevige conclusies in, die ga ik nu delen met de volksvertegenwoordigers en dan gaan we het gesprek erover aan. Nou, dat wordt niet in alle gevallen een prettig gesprek. Maar ik denk dat als we dat wel vaker gaan doen, met z'n allen, en vervolgens dan met de volksvertegenwoordigers ook toekomen aan het gesprek, oké, er is wat fout gegaan en hoe gaan we het nu oplossen en welke dilemma's zitten er daarbij? Ja, dat is toch een beetje mijn droom. Ja. Om dat stap voor stap te bereiken. Maar het is heel weerbarstig. Steven, het is vaak een ongemakkelijk punt. Mm-hmm. Volgens mij spelen een aantal zaken. De feiten worden ontkend of niet gezien. En wat jij ook aangeeft, is meteen een schuldvraag. De schuldvraag moet eerst worden beantwoord voordat de feiten worden erkend. En ik heb zelf, dan kijk ik even naar mijn professionele leven. Tot nu toe heb ik 3 dingen gedaan. Zelf altijd als SG of DG me bemoeid intensief met strategie, kennis en innovatie. Onder het motto, als je aan de voorkant van de werkelijkheid niet actief bent op hoog ambtelijk niveau, dan mis je nog meer dingen dan je normaal al mist, want je mist heel veel. Tweede plaats, heel veel geïnvesteerd bij INM en INM was mijn tijd en later bij JV. In de interactie beleidsmedewerkers en kennismedewerkers met elkaar laten praten wat de rol en verantwoordelijkheid is en wat je ook mee kan doen met de kennis. Want is natuurlijk ook, dat is niet altijd makkelijk. En de derde, wat natuurlijk ook wel eigenlijk iets met te maken met de actuele bestuurscultuur. Ik noem het maar, dit wil de minister niet horen. Heb ik met mezelf afgesproken, dat was in de tijd dat ik verantwoordelijk was voor grote infrastructuurprojecten. Toen was er toch wel een hele mooie gangbare traditie om ongewelvallige maatschappelijke kostenbatenanalyses, niet de onderste laag, maar eigenlijk onder het gebouw te begraven, want dat kwam natuurlijk niet uit. Toen dacht ik, hoe ga ik hier nu, ik begon als DG, hoe ga ik hiermee om? Toen heb ik met mezelf en ook met mijn minister, dat was toen Kalla Pijs voor historici, gezegd, Kalla, ik ga dus niks ongewelvallig achterhouden. In mijn laadje ligt niet iets waar ik denk van, dat wil je niet horen. Je krijgt het te horen, misschien is het best ongemakkelijk, en ik lunchte laatst nog met haar, toen zei ze, ja, vond ik ook best een beetje ongemakkelijk, want ik dacht, soms is het ook best prettig als ik het niet hoor. En dat heeft dus iets te maken met een ambtelijke, professionele cultuur. En dan wil ik meteen toegeven, daar maak ik ook fouten in als ieder ander, maar je moet dat toch in je normen en waardepatroon, op welk niveau je in een ambtelijke organisatie werkt en eigenlijk ook in confrontatie met je politieke leiding. Als ik ooit voor jou ga werken, zal ik zeggen, sorry Cora, een kans, je kan alles van me weten. En dat is denk ik, moeten we vasthouden. Ja. Dit wil de minister niet weten, is eigenlijk een uitspraak die moet worden begraven. Ja, ik ben het er heel erg mee eens. Want je moet de politici kort niet, graag, want dan politici, gaan afsluiten. Ik zal er een one-liner van maken. Je moet politici niet uit de wind houden, maar je moet zorgen dat ze geëquipeerd zijn om in de wind te staan. Oké. Okay. Applaus. Ja, ik moest er nou wat dramatisch van maken. Ja, vind ik ook. Goed, mensen, we gaan afronden. We proberen nog een paar lessen te trekken uit het hele debat. Het gaat over interactie tussen omgevingsbeleid en strategische kennis.
En uit de eerste ronde zijn een paar lessen gekomen en collega's hebben dat opgeschreven. En ik ga er nu nog een paar aan toevoegen van de tweede ronde. En dan wil ik heel kort, gezien de tijd, moet echt kort, even jullie reactie en misschien komt er nog een les bij die jullie hebben opgepikt vandaag. Lessen van de eerste ronde. Kennis in uitvoeringspraktijken beter benutten. Bedrijfsleven heeft kennis in huis, maar heeft nauwelijks toegang, althans, dat werd gezegd. En van decentraal naar centraal nog onderbelicht. We denken heel vaak in termen van centraal, decentraal moet ook terug. Dus we moeten twee richtingen verkeren. Dat zijn lessen die zijn opgepikt uit de eerste ronde. Wat ik van de tweede ronde vooral heb opgepikt, dan meer vanuit de kennisinstituten bezien, is omdat die problemen door de tijd heen complexer zijn geworden, integraler, meer samenhang. Misschien waren ze dat vroeger ook wel, maar hebben we dat nu beter in zicht. Is het methodologisch repertoire van de planbureaus is uitgebreid. En die interactie met het beleid is ook aan verandering onderhevig geweest. En kennis aan tafel is daar één voorbeeld van, maar er zijn er nog veel meer. Met altijd natuurlijk weer rolvastheid, onafhankelijkheid. Nou, dit zijn zo wat dingen die ik eruit gepikt heb. Wellicht nog iets aan toe te voegen, Kim? Nou, als ik zo op me in laat werken dat we de complexiteit van vragen en het overstijgende van vraagstukken echt op tafel hebben liggen de komende jaren, dan denk ik dat we nog veel meer aandacht moeten besteden aan het inregelen van het leren. Misschien nog wel belangrijker dan kennis op tafel is met elkaar leren aan tafel. Want alle onzekerheden ten spijt zullen beleid, kennis en samenleving dat toch samen moeten doen. En ik denk even op het laatste van de discussie van daarnet. Er zijn zo weinig plekken om echt nog te leren en al helemaal om dat openlijk samen met politici te doen. En volgens mij is het schreeuwende behoefte daaraan. Oké, dankjewel. Hans? Ja, eens. Leren inrichten. Niet alleen in eigen huis. Want wij moeten ook leren anders met onze kennis om te gaan. Zonder dat we zeg maar even de robuustheid van de positie verliezen, zeg ik altijd daarbij. Want het mag geen grijze, zachte brei worden. Het moet wel inderdaad staan voor wat, waar het hoort staan. En tweede, ik denk dat we onze beleidsomgeving actief moeten meenemen in dat leren. Ik merk dat, en dat is natuurlijk politici eigen, want in de politiek gaat het over het benadrukken van het verschil. Dat snap ik heel goed. Hè? Maar wat je ziet is dus dat politici, de politiek moet ik zo zeggen, soms geneigd is om zich achter de feiten te verbergen. Mm-hmm. Omdat dat enige rust geeft in het politieke debat. En voor ons is dat ongemakkelijk, omdat wij zien dat de onzekerheden die met de feiten gepaard gaan, daardoor vijandachtzaamd worden. Ja. Terwijl juist die onzekerheden naar boven zouden moeten worden gehaald. En ik vertaal het altijd maar van, wij moeten onze omgeving meenemen in kenniswijsheid. Dus ja. Modellenwijsheid, kenniswijsheid. Dus niet alleen ons verbergen achter ons bastion, maar juist naar buiten gaan om uit te leggen hoe wij tot onze kennis komen, wat het impliceert voor handelingsperspectieven aan de politieke kant. Dankjewel. Cora? Ik zal niet de herhaling vallen, maar het aspect wat nog echt wel wat we onderbelicht hebben, is gewoon de mens zelf, de inwoner, de kennis die hij heeft en ook het perspectief wat hij heeft. En volgens mij halen jullie dat heel veel op, maar het gesprek aan blijven gaan met de maatschappij. Ja, praktijkkennis. Ja. Ik heb geleerd als leraar dat er 8 lessen leren, dat al eigenlijk 3 te veel is. Okay. Dus, niet te doen. Planbureaus, doe er gewoon 5, dan ben je al heel knap. Mooi. Dankjewel. Goed. Mensen in de zaal, mensen thuis, dankjewel. Het was een lange zit, denk ik, maar ik hoop ook een inspirerende zit. Voor ons was het een lange staan. Tenminste, ik voel het wel in mijn voeten. Ja, jullie ook. Uiteraard jullie heel hartelijk bedankt, onze gastsprekers, om hier te zijn zo lang, om zo bij te dragen aan een rijk debat. Er staat een flesje wijn klaar van goede kwaliteit, daar ga ik van uit. Niet voor jou, Hans, want jij bent samen met mij gastheer. Ah, oké. Okay. Maar wel voor de anderen. Thuis. Dus graag een applaus voor onze. Dankjewel. Proost. De groet aan Leen. Afsluitend is er nog een borrel. Helaas niet voor de mensen thuis, althans niet hier.
En die vindt plaats achter in, op het balkon, zoals wij dat noemen, in een zaaltje daar, daarachter. Mag ik, voordat we allemaal opstaan om naar de wijn en andere drankjes te gaan, jou Bas van harte bedanken voor je moderatie. Okay. Het is nogal een klus om 2 uur lang iedereen zo het puntje van de stoel te houden. Dank daarvoor. En ik wil ook iedereen die bij de voorbereiding betrokken is geweest en ook deze prachtige ruimte heeft ingericht en zo, daarachter in de geluidsstudio en beeldstudio ook hartelijk bedanken. Dus heel ook goed. Een applausje voor... Ja. Zo. Dan kunnen we gaan lopen. Ja, kunnen we gaan lopen. Kijk, ja, dan mag hij ook af, denk ik. Ja, mag hij af.